hoop ik. Dus wie ben ik? Nou ja, ik ben Paul. Mijn nickname is Ransbak. Heb ik hier maar niet bijgezet. Ik doe van alles in de nerd scene. En een daarvan is dus mensen overtuigen van FPGA's gebruiken. En ik ben hier ook met Igor al twee keer geweest om, te proberen ijzer te maken. Wat twee keer, één keer bijna gelukt is. Een andere keer hebben we iets gemaakt waarvan we nog steeds niet weten wat het is. Dus naast dit soort dingen vind ik ook chemie leuk en dat soort dingen. En eigenlijk zou Anjan mij vandaag helpen, maar die had onverwachte familiedingen. Als in een feestje. wat hij vergeten was. Dus dat was in dit geval positief. Dus ik had het veel te lang uitgesteld om iemand anders te vragen. Dus gisteravond toch maar even naar de IRC gegaan. En gelukkig was Koen daar om te zeggen, ja, ik wil je helpen. Dus Koen, alvast echt enorm bedankt dat je me gered hebt. De rolverdeling die ik een beetje in mijn hoofd had, en ik hoop dat Koen zich daarin kan vinden, is dat wanneer een van jullie vastloopt met dingen, dan helpen we natuurlijk. Als iemand anders ook vastloopt, anders dan moet je eerst de ene helpen, de andere helpen. En dan, ja, dan gaat een beetje de vaart eruit. En ik heb het één keer in mijn eentje gedaan en dat schiet gewoon niet echt op. Ik moet dan ook heen en weer gaan rennen. En zodoende is het heel fijn dat er iemand anders bij is die ook weet hoe Verilog werkt. En dat we met z'n tweeën efficiënter kunnen doen om mensen door dingen heen te helpen. Heel grappig, ik was Koen's achternaam vergeten. Dus ik denk, laat ik eens GMC gaan googlen. En het enige wat ik kon vinden was pick-up trucks. Dus dat is heel, hij heeft heel goed zijn naam gedaan, verborgen. Ik heb ooit op ETN0 een presentatie gezien van Koen over softcores. En dat heeft mij eigenlijk in FPGA's getrokken. Dus het is een beetje full circle vandaag, wat wel leuk is. Koen is ook natuurlijk een van de acteurs in een van de Blender video's. Hij doet ook heel veel dingen in de scene. En ook dingen georganiseerd. Dus die dingen gaan we het niet over hebben, denk ik. En ik sta op jouw t-shirt. Oh, dat is cool. Je houdt in ieder geval de soldeerbout goed vast dan. Ja. Ik had instructie om deze maar. Ja, de stokfoto's zijn briljant daarvan. Ja. Cool. Dus dat zijn een beetje wie wij zijn. Dus vanaf daar gaan we maar de techniek in. De mensen naar de techniek. Dus wat is een FPGA? Heel plat gezegd is het een chip waar een hele berg gates op staan. En die gates die zijn in principe niet aan elkaar gekoppeld. Dat is niet helemaal hoe het fysiek werkt, maar dat is wel hoe je het in je hoofd kunt zien. Dus je koopt eigenlijk een lege chip. Je schiet daarna dus iets erin en vervolgens worden die gates aan elkaar gekoppeld. En heb jij dus een circuit, zoals jij dat gedefinieerd hebt. Het is een hele goede manier om vrij snel door je designs te lopen, want je kunt gewoon met een nieuwe flash kun je het gewoon opnieuw doen. Dus je hoeft niet als met 74 series overnieuw te wiren en te prikken. Dus je kunt goed prototypen. Het is een goede manier, als je vanuit de C-wereld komt, om je hersenen pijn te doen. Er zijn altijd weer dingetjes die je nog bij moet leren en dat wordt na een tijdje minder, maar de eerste maanden ben je wel bezig met nieuwe dingen leren. Dat is op zich leuk, vind ik. Je kunt in hogere frequenties met I.O. gaan werken dan dat je dat met microcontrollers kunt, als je niet de dedicated controllers gebruikt, maar dat je kunt met bijvoorbeeld dingen als HDMI kun je gewoon vanaf een vanuit een beetje meer high-end, want het zijn nog steeds niet hele dure FPGA's, kun je gewoon doen. Wanneer de jitter, dus hoe de tijdvariatie binnen je signalen heel erg cruciaal is, kun je met een FPGA dat heel strak doen, want je hebt cycles die je aan een kristalklok kunt hangen. En dat is echt spot-on. Je kunt zo nauwkeurig als je kristal is, zo nauwkeurig zijn je IO-signalen. En zeker wanneer je met microcontrollers gewend bent die dan toch ergens nog een interruptlijntje hebben waardoor je het net gaat wiebelen. Nou, dat, als je denkt van joh, ik heb iets, dan is het wel handig. Dan is een FPGA, naar mijn mening, zeker als je hoger in de frequentie gaat zitten, een betere keuze. Maar
Je bent wel een extra chip kwijt. Wat zijn de snelheden van de FPGA's? Dus waar de nieuwste generatie die doet ongeveer tot de wat duurdere FPGA's gaan redelijk hoge frequentie. Wat nog betaalbaar is, zoals 600-700 MHz zijn de top. Maar als je als noob begint met daarvoor programmeren, moet je niet verwachten dat je die snelheden gaat halen. Ik kom daar nog op, maar daar zitten dingen in die... dan moet je heel goed gaan letten op je code. Ja. Dus dat soort frequenties ga je niet in de toekomst voorstellen. Deze draait het kristal... Er zit geen kristal op, maar er zit een interne oscillator. En die is uit mijn hoofd 40 MHz. En je kunt met phase-lock loop, dus dat is zeg maar een synthesizer, kun je hem iets hoger nog doen. Maar je moet wel denken dat het bij de 60, 70 MHz wel echt ophoudt. Misschien dat je er 100 uit krijgt als je heel veel moeite doet, maar niet verwachten dat je daarboven gaat komen. Wat was dan het naam van dit potje? Dit is de UP-Duino. Ja. Ja. Cool. Ik heb maar even wat analogieën ernaast gezet. Je hebt dus je logical blocks. Daarin zitten dus de gates die nog ongerouteerd zijn. Je moet eigenlijk, hoe ze het stiekem doen, is met lookup tables in SRAM. Dus een beetje, dus er zitten, ja. En daartussen de gele dingen, dat zijn de fabrics. Dat moet je een beetje zien als spoorlijnen waarop je de wissels over kan zetten. En dat is waarmee dus gates op de logical blocks van elkaar gekoppeld worden. En op die manier weet men dus de magie voor elkaar te krijgen van een blanco chip die je met software hardware kan laten doen. Ja, het is je kunt de designers een hele papers over geschreven. Als dus je meer in de diepte wil weten, dan is Google daar voor jou. Heeft er iemand nog vragen over dit stuk? Nee? Goed. Volgende stuk. Wat basis elektronica. We hebben de pull-up. Ik neem aan dat iedereen daar bekend mee is. Behalve bij IMF. Au, pijnwijzer. Ik wil er geen geintjes bij maken, maar dat is wel belangrijk. Een flip-flop. In tegenstelling tot wat een latch is. Dat weet iedereen het verschil. Mooi. En rechts hebben we de cool-down. De cool-low. En dat is dus de open collector. Daar kan ook iedereen zich in vinden. Mooi. En bij de flipflop heb ik mij de waarheidstabel erbij gezet. En dat zijn dingen die gaan we veel tegenkomen. Ah. Cool. Oké, ik ben er al een beetje doorheen gegaan bij de vorige twee slides terug. Maar dit is wanneer je FPGA's goed kunt inzetten. Als je dus moet gaan bitbangen op je microcontroller. En je hebt zoiets van waar in de fuck komt deze interrupt vandaan. En waarom is mijn timing niet nauwkeurig genoeg. Implementation van high speed devices. Als je dus heel veel RS-232, I2C of dat soort poorten nodig hebt. Je kunt gewoon verschillende blocks instantiëren. En je kunt daar die serializer van maken. En op die manier kun je eigenlijk... custom chips maken die dat soort dingen doen. Custom proprietary protocols. Als je hele oude computers hebt waarvan je de datasheet hebt gevonden, dat je denkt, hoe de fuck gaan we dit in een moderne chip krijgen? Nou, dat is waar FPGA's heel goed in zijn. En wanneer je dus hardware features wil uitsturen, je hebt dus gewoon integrated cores waarmee je bijvoorbeeld DDR-RAM kunt aansturen en dat soort dingen. Die doe je niet zo snel op een microcontroller, tenzij die dus dedicated spullen daarvoor hebben. En als je dus denkt van, joh, ik wil een ASIC gaan maken en ik heb zeg maar genoeg geld voor een gemiddelde Ferrari, dan kun je dat ook doen met FPGA voor prototyping. Ik denk dat dat vooral voor de mensen die nu nog in Bitcoin geloven heel belangrijk is. maar ook, de grotere FPGA's worden. Als je een ASIC hebt in een hele oude computer die het begeeft, zoals een Core 64 of een ja, dan worden die ook. Die zijn heel specifiek voor dat ding, die worden gemaakt, dan kun je dus vervangen door de FPGA. Ja. Oude meubelen even gebruiken. Mm-hmm. Dus je ziet ook steeds meer vervangingen voor Commodore 64 en Atari chips, waarbij je dus gewoon een rond FPGA koopt op een bordje en die prik je erin en er heeft gewoon iemand software op, of in ieder geval een image opgezet die dat doet. Cool. Waar gebruik ik zelf een FPGA voor? Nou, ik heb dus een Commodore 64 implementatie gemaakt, dus ik heb een PS2 keyboard controller.
VGA output. Dat gaat met een weerstandbruggetje voor een AD converter. Als AD converter, ik heb, er zit op het bord zit chip RAM. En daarmee kan je dus, het is dual channel. Dus je kunt in één channel schrijven en een andere channel lezen. En daarmee heb ik dus de 50 hertz video naar 60 hertz geconverteerd. Door gewoon ze achter elkaar aan te laten lezen. Dus het gaat op 27 megahertz en echt super strak. Dus ja, dat zijn wel gave dingen. En dan loopt er ook nog een filter overheen. Softcore CPU's, nou ja, in dit geval is het vooral de 6502 die ik heb lopen. Dus dan heb je gewoon een CPU in een FPGA en dat loopt goed. En ja, dat allemaal komt samen tot een working implementation. Hij draait de meeste software, sommige software, zeker de moderne demo's, wonen zulke kleine details uit dat dat nog niet goed gaat. Maar beetje bij beetje werk ik alle bugs erin die Commodore gemaakt heeft. En hoe meer bugs ik erin werk, hoe beter hij doet. Ja. Dus dat is een beetje een hobby voor als ik denk, nou weet je wat, ik ga vanavond eens mijn hoofdpijn doen. Dus dat is een beetje waar ik het voor gebruik. Je kunt het voor veel meer dingen gebruiken, maar ik vind dit leuk. Dus ja, daar heb ik mijn zen momentjes bij. Ik weet niet wat jij voor projecten hebt, Koen. Ja, ik ben dus mijn CPU aan het helemaal van sketch aan het maken. Cool. Ja. Ja, nice. Nou, de HDL Language Verilog. Wat mij vooral opvalt, de meeste DevOps dingen, daar kom je helemaal om in de logo's. Er zijn ook wat games die DevOps Tool of Pokémon. Ik had 50% score. Ik hou ze echt niet meer uit elkaar. Bij de HDL heb ik heel veel moeten googlen. En toen vond ik uiteindelijk voor twee van de stukken software die we gebruiken een logo. Blijkbaar heeft men het concept marketing nog niet ontdekt hier. Maar Verilog is dus een taal waarbij je beschrijft hoe je je gates wil hebben op een hoger niveau. Dus je hoeft niet te zeggen, koppel deze poort aan die poort, kan wel. Maar op het moment dat dingen ingewikkelder worden, gaat dat heel snel pijn doen aan je hoofd. Dus je kunt hier gewoon if-constructies maken of select dingen. Je kunt ook basisdingen als A plus B en C doen. Dat soort dingen gaan allemaal redelijk goed. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk complexere dingen kunt schrijven, omdat je op gate niveau kunt schrijven. Dus een abstractielaag bovenop als C is voor assembler. VHDL is de andere kant. Daar hadden Koen en ik het al even over voor de mensen die hier wat vroeger waren. Er zijn fans van beide kampen. Het is een beetje als Emacs versus Vim, wat ik al zei. Beide kanten heb je fervente voorstanders en tegenstanders van. Wat gebruik jij? Ik ben op het moment, gebruik ik het beide. Ik heb geen zin om hele projecten om te schrijven, dus... ik gebruik Vim. Emax, ik heb het geprobeerd en ik werd er niet vrolijk van. Het zit niet in mijn spiergeheugen. Historisch leek het zo dat Verilog vooral in Amerika populair was en VHDL in Europa. Ja. Ja. Het is allemaal door elkaar gegaan tegenwoordig. En je kunt ook een project, kun je ook Verilog en VHDL door elkaar gebruiken. Je moet een paar dingetjes extra definiëren en dan kun je het aan elkaar koppelen. Dus het is ook niet dat je het helemaal exclusief hoeft te doen. Cool. Het testbord. Nou, de UPduino V2. Dat heeft als voordeel dat je er gewoon USB aan kan tikken en dat je er geen JTAG module op hoeft te plakken. Dat leek mij wel handig voor dit soort dingen. Het is cheap. Tot ongeveer 2-3 jaar terug waren deze bordjes voor beginners waren nog redelijk prijzen. Het begon bij 40, 50 euro. En dat is de laatste tijd toch behoorlijk naar beneden gekomen. En omdat open source toolchain available is, dus iedereen mag naar hartelust hacken. En als je denkt van joh, ik wil hier echt helemaal diep induiken, dan mag je er zelfs aan bijdragen als je dat wil. Het is een vrij makkelijk bordje om te gebruiken. Je kunt prik erin en schiet erin. En je kunt, het is redelijk goed gedocumenteerd. Je kunt hem op breadboard prikken en ook op een Arduino Nano als je dat zou willen. Dan kun je een piggybaggen. Er zijn mensen die daar ook projecten mee gemaakt hebben, waarbij je dus de Arduino gebruikt voor het softcore en dit ding voor de in- en output dingen. Maar praat je dan via I2C of... Mag je zelf definiëren. Oké, ja. Ja, dat kun je helemaal zelf in elkaar harken. Dat is echt behoorlijk flexibel. Wat kost die ook alweer? Nou, de top 1 over.
Die dingen zijn ongeveer 15 euro met postage. 13 euro los. En dan... je krijgt er voor mij een, dus omdat je hier bent sowieso. Dus ik vind het helemaal goed. En natuurlijk vanuit de feestperspectief is natuurlijk de felle LED is eigenlijk gewoon een must. Dat kan gewoon niet anders. Dus ja, dit bordje is, toen ik dit zag, kreeg ik een twinkeltje in mijn ogen. Toen dacht ik, hé, wacht, dit kan ik echt voor 10 man ook gewoon voor elkaar krijgen. In plaats van dat je met 10 keer 130 euro aankomt en dan zegt, jongens, ik heb een budget nodig. Net iets moeilijker. Cool. We gaan nu beginnen met het eerste dingetje waarbij we echt een beetje wat gaan doen met de logica die je erin kan schieten. Ik zie bij veel mensen al het rode lampje. De 01 Hello. En dat houdt in dat jullie allemaal een werkende, of nou ja, bijna allemaal, een werkende toolchain hebben. En dat jullie ook al het Git-project hebben uitgecheckt, wat ook handig is. En dat jullie ook al de directory gevonden hebben. En dan dat jullie ook al denken van, joh, wat een mooi vel licht. Nou, helemaal top. Wat hier gebeurt is dat we dus een literal nemen. En literals zijn dus gewoon harde cijfers die dus gewoon in je source code staan. Die in een buffer douwen. En dat we daarna tegen de buffer zeggen van, joh, duw is wat er in jou staat. Dus door naar de output. En dat ziet er zo uit in code. We negeren hier eventjes het modulestuk, daar kom ik straks op. Wat hier belangrijk is dat je wel ziet dat er bovenaan output staat. Dat is het ding, dat gaat naar buiten deze module, ondanks dat we die net genegeerd hebben. Ja, het is een beetje... Ik doe me bij laptop open. Ja, je kunt het meekijken op je laptop. In de Git repo staat ook de ODF... kan hem helaas niet. Kan die feller of niet? Nee, maar ik zie het wel. Oh, ja? Ik heb hier de source code omhoog gedaan. Ja. Wat ik verder define is een wire. Dat is eigenlijk een ding wat twee dingen connect. En ik zeg daarna assign the literal. Dus dan zeg je gewoon, ik heb hier een 0. En ledjes gaan aan met 0, omdat je die altijd naar de grond toe trekt. Omdat source, daar zijn chips niet zo goed in als drainen. Dat is ook voor iedereen bekend, hoop ik. Kun je uitleggen? Oké. Okay. Als je een LED wil driven, dan kun je dat doen door de ene kant aan 0 te gooien, dus aan je ground, en de andere kant door je chip omhoog te laten trekken. Maar dat houdt in dat je dus behoorlijk wat vanuit je voeding gaat trekken. En zeker als je dat aan- en uitschakelt, dan heb je er vaak een hoop geklapper in je ingang op. Dan moet je nog meer gaan ontkoppelen. Dus wat de meeste IC's doen, die trekken het naar de grond toe. Dan heb je gewoon vanaf je chip naar ground. En dan koppel je gewoon de ene kant van je LED met een weerstand aan, je voedingsspanning. En trek je hem naar de grond toe. En dat is, dan heb je niet dat je inputspanning gaat klapperen omdat je die gaat belasten. Ja. Je groundplane is vaak toch een vlak. Dus dan heb je veel minder gedonder. Dus dat is waarom je naar nul trekt om de LED aan te doen. Ja, ja. Ja, oké. Kleine Paul. Hoi. Hallo. Ijsje. Ja, Paul mag niet, dat is niet praten. Ja. Oh nee, maar ik heb maat, ik hoef geen ijs. Nee, ik hoef niet. Ja, kan wel, denk ik. Ja, ik ga niet voor andere mensen spreken. Zo ben ik niet. Weet jij, hij is voor allemaal jong. Ja, dat is lul. Hij is hier niet. Nee, maar... de laatste stap... is dat je hier ziet dat ik het draadpak wat ik bovenin heb gedefinieerd. En dat draadje koppel ik aan de output. Je zou ook meteen de literal aan de output kunnen koppelen, maar ik wil ook even laten zien hoe een draad hier werkt. Dat zijn de basisdingen die je dus hebt. Dit is het meest simpele wat je kan doen. Je gaat gewoon één LED aan. En dit is dus eigenlijk een stuk logic. We hebben een 0, die koppelen aan draadje koppelen aan de output. En de output wordt 0 en je rode lampje gaat aan.
Kun je die één tilde? Eén is, de één tilde was ik vergeten te vertellen. Dat is hoe breed je signaal is. Dus één tilde B0 betekent één bit breed. Misschien dus nee, bit. Oké. Quote. Ja, één quote. B0 betekent één breed. Ja. Eén bit breed. Dus één quote B betekent dat. Waarde 0. Dus een byte is 8B. Ja, inderdaad. Of 8. Ja. Quote H. Voor hexen. Ja, maar octool. Ja, dan heb je 8 hexadecimal, maar inderdaad. Dus dat is hoe men dat doet. Kom is ik straks die B hier nodig? Maar als je gewoon 0 schrijft, is dat dan niet decimal? Nee, dan krijg je integers en dat is 32 bit breed. Dus dat weet je niet. Oké, okay. Nou ja, ik zal even vragen. Goed. Nee, ja, een beetje bias is maar 1 bit. Ja, ik ben nog iets te veel VADL'er daarvoor. Ik doe het liever allemaal in één. Als je het namelijk in één keer dan errors krijgt, of je krijgt behavior wat je niet snapt, heb ik liever dat het strak gedefinieerd staat gemaakt, en dat je tijdens het compilen al errors krijgt. Dus omdat je de 1 ervoor zet, dan zou die dus een 32. Nee, maar als je er niks voor zet, dan krijg je standaard dingen. En dat is 32 bit volgens mij bij Verilog. Dus dat is, daar kom ik nog op terug. Daar heb ik nog een hele verhandeling over hoe dat ook werkt met signed en unsigned. Dus eat your heart out. Je mag ook het eentje weggaan, dan wel het quoteje en de B en de 0. Dan maakt hij hem zo breed als dat hij niet zijn. Ja. Oh ja, dat gaat me nooit fout iets op. Nee, maar ja. Nee, dat kan in één keer heel veel real estate kosten. Ja. Dat gaat een dag kosten bij dit project. Maar ik beschrijf hier dus ook dat je dit dus ook met D kunt doen. Voor decimal, H voor hex en O voor octal. En dat speel daar vooral mee straks. Als je, hoe heet het, na de cursus. Ja. En nou ja, je hebt in ieder geval de end module. Dus dit is één blok. Dus je ziet, dit ding is... doet één ding en dat is gewoon het lampje aan doen. Het volgende ding is, doet hetzelfde als het eerste blok. Zullen jullie allemaal de 02 kunnen openen? Mag ik nog tussendoor een vraag stellen? Ja. Ja. Waar kunnen we de documentatie van het ding vinden? Van het bordje? Er staat het een en ander in de docs directory. Oké. Okay. De UP-Duino, als je dat zoekt, dan kom je automatisch bij Gnarly Grey uit en die verkoopt ze. En daar staan ook allerlei links naar de... Het belangrijkste is dat je, de datasheet hebt van de FPGA. Maar dan komen we straks op hoe dat aan elkaar gekoppeld is. Dus dat zit ietsje verderop. Ja. Maar goede vraag. Cool. De reden voor vraag is dat ik een goed legje op. Ja, dat geeft alleen maar aan dat er een succesvol stuk software ingeflasht is. Daar kan je verder niks mee. Okay. Bijna alles is flexibel, behalve de naam. Ja, cool. Het volgende stuk. Daar zitten meerdere .v-files in. Modularisatie. En daar zie je de LED.v en de chip.v. Wat hier te zien is, is inderdaad de modularisatie van je code. Je wil niet alles in één groot file hebben staan. Dat wordt over een langere tijd wordt het een steeds grotere bende. En op een gegeven moment zie je door de bomen het bos niet meer. Dus wat men heeft uitgevonden een hele tijd geleden, ver voor de FPGA's, is modules. En dit is de implementatie. Dus wat je hier eigenlijk doet, is in de module zeg je van, joh, ik heb een output. Nou, die kennen we al eerder. Alleen deze output gaat naar de output van de module in plaats van naar een pin. En we zeggen van, joh, gooi daar een 0 in. En dat is het enige wat deze module kent en het enige wat hij doet. En ik denk dat de rest van de dingen eigenlijk voor zichzelf spreken. Ik denk dat we bij de volgende pagina meer gaan leren. Want dan gaan we naar de chip.v. Yes. Wacht hoor, dit is de chip.v. Oh ja, oké. Dan begrijp ik het. Ja? Definitiebepaling toch dit? De LED.v, daarin definieer je de LED. Ja. En in de chip.v, daar gaan we hem instanceren. Cool.
die OLED, R, is het gewoon een random variabele of is dat eerder? Daar komen we zo op. Oké, top. Ja, daar wil ik bij graag aan. Ja, okay. Ja dat, de software is niet helderziend, dus er wordt ergens gezegd wat hij ermee moet. Dus dat is een hele goede vraag, en dat, daar komen we op. Nee, maar de naam OLED voor R in... daar kan je alles van maken. LED.v, ja, die mag je gewoon... Daar kan je je moeders moeder van maken en dan werkt het ook. Dat is echt, dat maakt niet uit. Van de regels niet meer leesbaar. Ja, het wel een hoop leuke dingen. Ja, dat. Ja. Je ziet hier bij de instantiatie dat je dus als eerste aangeeft van joh, het is een beetje naar te lezen, maar je zegt dus LED, dus dat is de module die je instantieert, die geef je een naam, MyLED. Dat is echt super beschrijvend, maar ja, weet je, je moet hem een naam geven. En daarna zeg je van joh, de output, de punt O van MyLED, dus dat is de, zeg maar de output die je aangaf in je module, die koppel ik door aan OLED R. Nou, dus die gaat dus naar OLED R in deze module. En die gaat naar de output. En uiteindelijk komt dat via een stuk wat ik nog niet uitgelegd heb. Komt dat magisch op een pin terecht. Wat ik ook uitgelegd heb, is niet meer magisch. En het lampje gaat nog steeds rood aan. Dus je hebt module, instantie in een andere module. En uiteindelijk, als je dus een hele boom hebt met een heel groot project... Dan komen al die modules komen uiteindelijk samen in één module. En die ene module, die praat met je uiteindelijke output. En dat is een ding wat je veel gaat zien in designs. Dat heet je top-level module. Dus je krijgt alle chips die je weer samen doet in een verpakking. En die gaan weer samen in een verpakking. En uiteindelijk hou je één verpakking open met de pootjes die naar de buiten gaan. Ja. Ik had nog één vraag. Ja? Je instanteert MyLED OLED. Maar waarom geef je dan als ding punt OLED R in plaats van OLED R mee? Is er nog een reden voor die punt? Ja, dat geeft aan dat het een IO-pin is waar je, of dat het geeft aan dat het een pin is waar je hem op wil hebben. Dus binnen het ding, dat is gewoon syntax. Oké. En die assign is het declareren van variabelen. Ja. En dat is altijd declareren. Dus dat is een doorverbinden, letterlijk gewoon soldeerbout erop en dat is het assign. Ja. Maar wat is nu de hoofd en wat is nu de definitie? Definitie is de LED.v. Okay. En de instantiatie, dus waar je er een instantie voor maakt, dat gebeurt in de chip.v. Oké, okay, ja, we maken ook weer een definitie van het moduletje. Ja, precies. Ja. Ja. En daar staat dan ergens van, joh, mijn top-level module is chip. En dan ga je dus vertellen van tegen de compiler, begin hier en ga de rest gewoon down the rabbit hole. Dat is altijd je main is je chip. Nou, dat is een naam die ik constant heb gehouden hier om het voor jullie inderdaad handig te maken. Nee, ja. Maar je kunt hem main noemen, je kunt hem mijn geweldige Uber module noemen. Dat maakt allemaal niet uit. Oh, dan heb je een makefile gedefinieerd. Ja. Optifa. Ja hoor. Maar wij zijn niet tegen douchegel. Cool. Is dit tot zover duidelijk voor iedereen? Met de hoofdletters LED. Is dat dan een gate of? Dat is een output pin. Je hoeft ze niet met hoofdletters te doen, maar ik heb ook geprobeerd om dat constant te houden, zodat jullie kunnen zien aan hoe het geschreven is, waar het heen gaat. Je mag ze in kleine letters doen, je mag ook over een output ervoor weglaten. Die O underscore LED underscore R in hoofdletters, die is gedefinieerd in de PCF-val. Dat was waar ik straks op kom. Oh, sorry. Want dat is zeg maar, daar gaan we nu naartoe. De constraints. Nee, ja, dat. De logica die je net hebt gezien en wat toen net al terecht werd opgemerkt, is eigenlijk van joh, doe dit, doe dat, doe dat, doe dat. Maar dat ligt allemaal, dat zit in het vacuüm van de ruimte, want het zit aan niks gekoppeld. Er is, dat ding kan niet ruiken op welke pin het moet gaan komen. Nou zijn er voor verschillende soorten FPGA's verschillende definities van pinnen. Dus soms heeft het een P'tje of een B'tje of een nummer. En in dit geval hebben ze gekozen voor genummerde pinnen. Dus de FPGA heeft een pin 41. En wat je dus zegt is set IO. Dus dat houdt in van ik wil een IO pin hebben. Die vanaf intern signaal LED R, dat moet OLED R zijn. Ik heb de screenshot niet geüpdate nadat ik de source allemaal netjes consistent heb gemaakt. Dus dit is mijn fout, sorry. En uiteindelijk gaat het ding dus naar pin 41. En dit is dus hoe je de buitenwereld koppelt aan je logica. Nou, het is heel terecht dat jullie dat opmerkten, maar ik moet het op een volgorde uitleggen. Dus je kan of beginnen bij de buitenste pinnen naar binnen werken. Ik denk, nou, weet je wat, misschien moet ik hem omkeren. Lichten zijn altijd mooi. Ja. Ja.
En wat jij vroeg over de documentatie, hier onderaan zie je de link staan in je, ja, punt, in je docs directory. En daar staan ook de pins en alles uitgelegd. En die heb je zo meteen ook nodig voor de eerste oefening. Wat ik jullie wil vragen is om de led.v drie keer te instantiëren voor de R, de G en de B. In de PDF kun je vinden welke pinnen er aan de leds vasthangen. Dus dat je ook je constraint file aanpast. En uiteindelijk dus vanuit je chip.v dus drie outputs maakt die aan de drie pinnen koppelt. Dan hoef je er maar twee extra te maken. En daarmee dus je led.v eigenlijk drie keer instantieert. En als het goed is hoef je aan je led.v helemaal niks te doen. Stel voor begin. En als er dingen zijn waar je tegenaan loopt, dan horen ik en Koen het graag. Ik heb toestemming van de enige persoon die nog bezig is om door te gaan. Dus dat wil ik dan ook gaan doen. Ja. Zodat jullie ook naast één lampje wat één kleur heeft, continu ook dingen kunnen gaan doen met tijd. Dus, als jullie nu doorgaan naar 03-blink, nou, dan heb je waarschijnlijk wel een idee wat er gaat gebeuren. Ik verklap niks, maar het blinkt. Nou, men heeft nu blinkende ledjes allemaal. Hetgene wat hier toegevoegd is, is tijd. Nou, wat je voor tijd nodig hebt, is een klok. En ik kon geen beter plaatje vinden dan een schip waarbij er één iemand op een drum slaat om alles te synchroniseren. En dat doet een klok eigenlijk in een FPGA ook. Ja, anders kun je gewoon geen stage changen, want er moet ergens van buitenaf een stimulus komen en dat is in dit geval een blokgolf. Je mag kiezen tussen een low power mode waarbij je een 10 kHz blokgolf hebt of een high power mode en die doet 48 MHz. En daar kan je, als je dat wil, nog een phase lock loop synthesizer achter gooien en daarmee kun je dus vrijwel elke frequentie maken die je wil. Met natuurlijk limieten in boven en onderkant. Wat voor? Een phase lock loop. Dat is een frequentie detectiecircuit. Je kunt ook gebruiken om fases shifts te meten. En wat je daarmee doet is een hoger signaal maken die je dus continu synchroniseert met de externe klok. En hoe dat stuk in detail werkt. Moet ik eventjes Google dat. Ja, maar het heeft dus niet een klok nodig die gelijk al op een bepaalde frequenties maakt te leren van een soort sinusvorm van het. Nou ja, dat zegt af en toe van hé, ben ik nog goed en dan gaat het weer verder. Oh, ja, dat trekt hier weer recht. Zeg. Je ja, slaat gewoon een hoop over. Eigenlijk gewoon een NTP gebeuren. MP4. Dat is af en toe een index frame. Ja. Dat is ongeveer hoe je het moet zien, ja. Dus dan kan je dus genereren. En dit bord heeft een interne oscillator. Als je hem nog nauwkeuriger moet hebben voor echt hele dingen, kun je het zo gek maken als je wil. Eén stap hier omhoog zou een normaal kristal zijn. Dan heb je kristal in een oven. Nou, je kan helemaal doorgaan. Totdat je denkt van, joh, ik koop van eBay een atoomklok en die laat ik dat ding genereren. Je kan het zo gek maken als je wil. Dit is de meest goedkope optie. Maar voor veel dingen is dit meer dan genoeg. VGA-signalen kun je hier gewoon strak mee doen. Dus, zijn hier nog vragen over het ID-klok? Cool, iedereen wel bekend denk ik, hè? Ja. Mooi, dan komen we nu bij een stuk waarbij er een stukje magie vandaan komt. En je hebt het zogenaamde idee van de IP-cores in de FPGA. En ja, IP staat voor Intellectual Property, even though dit ding is open source. Dus deze software is open source, maar het heet nou helemaal IP Core, omdat het ooit begonnen was als de producenten die er dus een core bij gaven. Van joh, dan kun je hem makkelijk doorkoppelen aan dit en dat, en die code hebben wij al geschreven. En dit is dus bijvoorbeeld de instantie van een IP Core, waarbij je dus heel duidelijk ziet dat je een SB underscore, en dan heb je de high frequency oscillator. Dus dat is de 48 MHz oscillator. Daarbij zeg je van, joh, ik wil hem niet dividen. Of ik geloof, nee, ik divide hem bij 2. Dus dat is het eerste eentje. Maar daar staat ook in de datasheets die bijgeleverd zijn wat je daarmee moet.
En daarna zeg je van, joh, power up, dat is de FPU, die je ziet staan in het oscillator option ding, wat niet te lezen is daar, maar als je het op je scherm hebt staan, of in de source code, dan zal je datzelfde zien. De FAN is de F-enable, dat houdt in dat je de oscillator aanzet, dat moet ook apart uitgelegd worden aan een ding, anders blijft hij uit, en dan heb je geen tijd, en dan blijft het lampje op één kleur. Dat is vervelend, als je verwacht dat hij gaat knipperen. En de HF, de laatste, die geeft dus aan welke interne wire je kloksignaal gaat dragen. Dus je zet hem aan, je zegt van joh, power up ook nog een keertje. En je zegt van joh, mijn CLK, dat is het draadje waardoor mijn klokfrequentie naar buiten gaat. En alle andere dingen die daarmee gesynchroniseerd moeten worden, hebben als dus een van hun inputs de CLK, dus je klok. Dat werkt denk ik het makkelijkst als je de source code ook voor je hebt, dan kun je het gewoon zien. Maar het is ook gewoon een externe pin die je... Dat kan. In okay. dit geval gebruik ik een interne klok. Oké. Okay. Ja. Dus je kunt deze dus ook kunnen kopiëren en dan een tweede kloklijn? Nee, want dit is een stukje dedicated hardware in de FPGA en daar zijn er een gelimiteerd aantal van. Deze heeft er maar één. Grotere FPGA's hebben er twee of meer. Dus met PLL's kun je bijvoorbeeld niet 32 MHz en 27,5. Dat kan niet op elkaar gedeeld worden en dat gaat verkeerd. Dus er zijn wat limitaties. Dus vooral met grotere projecten, grotere chipoppervlakken en duurdere FPGA's. Dus je kan ze echt van 1000 euro's krijgen. Ja. Dan hebben ze meer clock sources. Wat is de reden dat die divider 2-0 heeft? Dat is omdat het een bitfield is waar er dus vier opties zijn. Dus je ziet hem... wat hier gebeurt is dat ik het gewoon gekopieerd heb van het ding. En eigenlijk zie je hier dus een voorbeeld van, joh... ik zit even te denken waarom die 2-0 heeft. Geen idee. Misschien om aan te geven dat je meerdere opties hebt. Het zou kunnen dat je zegt van joh, laat het maar gewoon uitzoeken. Maar dit is volgens mij een optiestring, want er staan ook aanhangstekens omheen. Dus dit is iets dat gaat. Nee. Dit is geen literal. Nee, oké. Zonder met één niet ook hoor. Ja, maar hij gaat dus. dit is hoe de documentatie het doet. Dus ja, dan doet hij het waarschijnlijk hier wel, bij de volgende niet. Maar, dit is dus iets dat gaat de modulegenerator in. En dit is dus niet hetzelfde als de literal die je daaronder ziet, waarbij je wel netjes 1 tegen B1 ziet staan. Volgens mij staat er in de documentatie wat je daar kan invullen voor magische waarden. Ja. En dan komt het er ook weer uit. Zijn hier vragen over dit blok? Behalve dan, hoe de fuck hebben ze die aanhalingsteken? Hoe de fuck processen ze die string? Ik snap niet helemaal hoe de construct nou werkt. Want je zit twee keer. Je hebt één keer met hoofdletters. En dan later weer een stuk met kleine letters. Is het bovenste nou een module en daar hangt iets... Nog een module onder of zo? Nou goed. Ja, die, je hebt iets als predefines inderdaad. En die geef je met de punt aan. En het is inderdaad een submodule erin die je inderdaad op die manier meteen kunt configureren. Dus je hebt je hoofdmodule, dat is je oscillator. Je submodule is je high frequency oscillator. Ja, okay. En zo ga je dus... Die zou je ook uit elkaar kunnen trekken. En hij staat nu gecombineerd. Ik zou hem lekker gecombineerd laten. Nee. Want dan ben je gecombineerd, dan ben je compliant met hoe het in de voorbeelden staat. En hoe het in de documentatie staat. En dan werkt het bij alle versies. Okay. Meestal probeer ik van dat soort dingen niet mijn creativiteit op los te laten. Dat levert alleen maar op mijn... Dus die tak zeg maar. Ja. In modules, is dat een stapel? Het zijn modules in modules, ja. Ja, dat is een all uppercase. Geschreven, of is het conventie? Dit is conventie. Ja. Cool. Andere vragen? Nee? Van de documentatie? In de slash docs staat, als het goed is, ook een datasheet. Er staan ook documentatievoorbeelden. En op de Lattice heeft ook PDF's waarin ze hun IP-cores uitleggen. Als je bijvoorbeeld een QKF-dicht, dan is de eerste de isolated usage guide. Juist, en daar staat alles in, ja. Ja, daar staat specifiek deze in, daarom doe ik voor mij tenminste op het normaal meenemen. Ja, je hebt hem gedivide waarschijnlijk. Ja, natuurlijk, dat was het eerste wat ik wilde doen. Hey, irritant, kan lang zijn. Heb je alleen zometeen wel wat problemen. En... Mooi. Dan kunnen we nu door naar het volgende stuk. Goed. We gaan nu onze klok die wij net geïnstalleerd hebben met alle magie en dingen die uit de IP-core komen.
waarbij je dus documentatie leest en weet van oké, ik krijg hier eigenlijk een chip en die koppel ik aan. Hoe gebruiken we dat in alledaagse code? Je ziet hier een always at. En dat betekent eigenlijk van, letterlijk wat het is, altijd wanneer er iets gebeurt. Dus je kunt daar gewoon een signal zonder postage neerzetten. En dan zodra dat signal van 1 naar 0 of van 0 naar 1 gaat, dan wordt het blok eronder uitgevoerd. In dit geval willen we hem niet als hij naar beneden gaat. We willen alleen als hij van 0 naar 1 gaat, willen wij hem uitvoeren. Dus één keer per clock cycle. Anders krijgen we DDR-achtige tafereelen en dat is voor hipsters. En dus wat hier staat, elke keer dat de i_clock dus omhoog gaat, je moet eventjes bedenken dat in het vorige voorbeeld er dus ook i_clock staat, daar staat nog namelijk gewoon CLK. Dan gaat hij dus het dingetje eronder tussen begin en end uitvoeren. En dat is de laatste end. Dus van begin tot de laatste end, als je in de indentation kijkt, dan is het dat blok. Dus wat je eigenlijk hebt gecreëerd, is een eeuwigdurende loop. Die dus elke keer als de klok dus dit doet, wordt die uitgevoerd. Altijd. En dan zorgt ik voor de process. Add, dat betekent always add, dus altijd wanneer process. Ja. En je kunt ook negedge gebruiken, dan altijd wanneer die naar beneden gaat. Maar eigenlijk de conventie is dat je altijd postage gebruikt. Tenzij je echt hele goede redenen hebt om bijvoorbeeld dual data rate te gaan doen. En dat soort dingen. Ik heb het eerlijk gezegd nog niet nodig gehad. Ik weet niet of jij het nodig hebt gehad, Koen, in dingen. De manier om jezelf hoofdpijn te geven is meteen te denken, joh, we gaan beide edges gebruiken. Ja, geweldig. Er zijn natuurlijk interfaces waarbij je inderdaad, je gaat de op de ene kant op de ja. Op gaan de andere ik kant. Heb, het heeft zeker zijn nut, en dat ben ik helemaal met je eens, zeker met de dual data rate dingen. Ja. Het is alleen bij de meeste projecten die je in de eerste tijd zal doen, is het iets wat je liever wil voorkomen, omdat je daarmee de dingen uit step kunt gaan doen en dan ben je in één keer cycles kwijt en hoop gedonder en bovendien ook, daar komen we later op, je hebt een stuk minder tijd tussen je cycles om je logica door te lopen. Course edge, is dat rising edge? Ja, okay. Positive edge, dus dat is 0, ja, 1. Als die van 0 naar 1 gaat. Ja, 0, 1 is course edge, ja. Ja. Okay. Ja. Dus elke keer bam, 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 het is gewoon een wild through eigenlijk. Nee. Ja. Cool. Oh. Zijn hier nog dingen over dat mensen denken, dit is me niet helemaal duidelijk, iets wat ik moet verduidelijken? De 1 op je slide klopt dus niet. Wat? De 1 op je slide staat niet meer in de... De 1, de 1, de 1. De I underscore. I underscore. Ja, het input reset. Dus je kunt hem resetten als je dat zou willen. Ja. En als het goed is, hangt die I underscore reset hangt ook in de UCF aan een pin. Nee, in het voorbeeld heet het dat. Of in de... De slides nog niet aangepast aan het voorbeeld. Maar ik dacht dat het ik heb op een gegeven moment heb ik het allemaal... consistent gemaakt in source code en toen heb ik er doorheen gekeken en het was vrij laat in de avond, dus ja, daar zijn wat dingen bij die dat cafeïne ook niet meer helpt. Ik heb volgens mij voor de eerste presentatie heb ik echt tot 2 uur 's nacht doorlopen typen of zo om het nog enigszins acceptabel te krijgen voor mij dan. Daar kan ik best een presentatie over houden. Ja, dat. Nou, dat. En dan zeg je, ja joh, is helemaal goed, open source toolchain, tuurlijk. En dan blijkt het dus geen VADL te zijn. Dat is leuk. Maar dit is voor iedereen dan zeg maar duidelijk. Van elke keer gewoon postage, boom, uitvoer, uitvoer, uitvoer. En het volgende stuk is iets wat je waarschijnlijk heel veel gaat gebruiken. Dat is namelijk het stuk GTK-wave. Wat je dus kunt doen is op je PC emuleren wat er op de wat er dus gebeurt in de FPGA. Dat heeft bepaalde limitaties, maar zolang je compiler niet zeurt over time constraints, dus dat houdt in dat je logica zo lang duurt dat hij de volgende clock cycle niet haalt. En daar komt nog een heel stuk over in detail. Is dit ding behoorlijk goede voorspeller of jouw spul wel of niet gaat werken? Dus ik zou zeggen, voer Make GTK-Wave uit. En ik hoop dat jullie allemaal je GTK-Wave software geïnstalleerd hebben staan. En dan zouden jullie een prachtig mooi ding met kleurtjes en zo moeten zien. En, stuur die koffiebar uit die uitzending. Oh, nice.
En dit is dus het tool, zeker wanneer je losse components wil, wil uitzoeken. Had je hem niet Voor mij wel, maar eigenlijk niet. Kan je gewoon AppCat of wat? Ja, AppCat GTK-wave is gewoon... Je hoeft niet zo'n heel hip model te zijn. Oh, niet het GTK. Hij is niet bezig. Ja, hij is nog beter. Oh ja, info. De control en dan scrollen. Die GTK-wave zal er ook aan moeten. Nee, dat doe je niet. Bovendien heb je nog geen toolchain, dus je kan geen... Ik heb overal dezelfde nul staan. Ja, klopt. Gaan we nog opkomen zometeen? Dat doet het niet. Hij doet het wel. Ja, ik zie de klok, maar... Ja, maar je hebt ook dividers ingesteld. De feature, die begint bij 24 bit. Dus hoe ver gaat je teller helemaal naar het einde? Ja. Maar daar gaan we straks als voorwaarde straks allemaal aan beginnen. Of dan gaan we straks als opdracht gaan we daar wat aan doen. Oké. Maar het is goed gezien, inderdaad. Maar het moet natuurlijk eerst fout gaan voordat je er wat van kan leren. Daarom heb ik het expres zo laten staan. Nee, is goed. Dus zeg maar de logic analyzer van FVGA. Ja, dit is zeg maar je emulatie. Ik moest op een gegeven moment een gesimuleerde SIA-chip. Dus dat is Commodore 64 input-output chip debuggen. En dat heb ik toen een tijdje in circuit geprobeerd. En op een gegeven moment weet je echt niet meer of je links of rechts kijkt. Dus toen heb ik gewoon gezegd van joh... Knal die hele SIA-chip in een test, Rick. En ga met het, die bananen. En dan kan dat. Hier heb ik nog één stukje wat ik al aan het begin heb doorgelegd. Nice. Yes, mooi. We komen hier opnieuw bij het Always-blok, wat jullie zelf al gezien hebben. Er zitten wat dingetjes bij die wel handig zijn om eventjes te belichten. Je hebt namelijk twee manieren om het Always-blok te gebruiken. De ene manier is waarbij je zegt van Always add input 1 of input 2. En dan gaat hij dus als 1 of 2 gaat veranderen. Dan gaat dus jouw, en in dit geval zeg je van joh, gate is bla bla bla. Dus dan wordt je output anders en dat is whenever een van die signalen van staat verandert. Dat is dus niet geklokt en dat is dus direct between quotes. Dat houdt dus in dat alles wat er achter input 1 en input 2 staat, dat dat dus ook gewoon één logische trein wordt, want dat komt gewoon, is gewoon een volgende component. Dat heet async logic. Daar kun je heel veel prachtige dingen mee doen en vooral jezelf gruwelijk hard mee in je voet schieten. Dus hou er rekening mee dat je dat niet wil. Wat je dus wil hebben is dus inderdaad zoveel mogelijk synchronized logic. Dus het houdt in klokpuls. Je gaat door het treintje heen van alle gates die je gedefinieerd hebt tussen begin en end. Voor de tweede klokpuls, en er zit nog wat tijd voor, kom ik later op terug, staat je antwoord klaar, wordt opgepakt in een flipflop. En bij de volgende klokpuls gaat het door, waardoor je dus elke keer een vastgezette hoeveelheid tijd hebt. Die dus ervoor zorgt dat je uitkomsten van je code voorspelbaar zijn en niet dat als je hier wat verandert, dat er ergens verderop net een timing anders uitkomt. Je kunt ook bijvoorbeeld hebben dat er verschillende dingen samenkomen. Als het ene pad langer is dan het andere pad, dan doet het ding eerst dit voordat omdat je dan eerst 0 hebt en dan 1. Dat heet timing hazards. Als je dat met async gaat doen en er valt toevallig een timing hazard in een van de dingen, dan kun je problemen hebben dat je maanden, uren, jaren, dagen aan het zoeken bent voordat je weet wat een fout is. Dus dat soort dingen laten we het liefst in de jaren 80. En het liefst doen wij nu eigenlijk alles in FPGA design synchronized. Het bespaart je een hoop hoofdpijn. Er zijn wat uitzonderingetjes, maar hele kleintjes. Ja. Als je zo met een klok werkt en je hele trein eronder duurt langer dan de volgende klok. Dan moet je hem halverwege opslaan in een register en hem dan het tweede stuk laten doen. Ja, maar hij begint niet op dat moment gewoon weer van vooraf aan of zo. Hij zou krijg je een warning dat je time constraints niet gehaald zijn. En die warning kan je negeren. Oké, ja, en dat is dom. Ja. Nou, dat. Ja. wat er dan gebeurt is dat je... ik heb daar nog een heel uitgebreid stuk voor over in het verderop in de workshop. Wat er dan gebeurt is dat het niet vaststaat wat er uitkomt. Dus je hebt een state die doet het soms wel, maar meestal niet. Of andersom.
Dus je krijgt dan van die problemen. Hij doet het best wel goed en in één keer niet. En je weet begot niet waarom. Want het is dan net een bepaalde combinatie van gates die langer duurt. Met metastabiliteit kun je daar nog je hoofdpijn mee doen. Geloof me. Cool. Is er een reden dat de asynchronisatie gebruikt? Gewoon pauze. In de jaren 80 waren de gatesnelheden gewoon veel lager. Dus als je het dan allemaal synchroon ging doen, dan redde men het gewoon niet. Je kon meer geld verdienen door het asynchroon doen. Maar daar zitten ook allerlei dingen in, als dat bijvoorbeeld een halve klokcycle later dingen gebeuren en zo. Ik heb met die Commodore 64 nabouwen, heb ik heel veel van dat soort pijnlijke dingen van dichtbij mogen gaan simuleren in synchroon. En dat is pijnlijk. Hey Django. Dus dat is, ja. Doe jezelf een plezier, begin er niet aan. Tenzij je recht zo diep in zit dat je weet wat je. Oh, goed bezig. Totdat je weet, totdat je er echt zo ver in zit dat je zegt: oké, ik kan dit met zekerheid doen. Oké, zijn er verder nog vragen over dit? Nee? Cool. Dan komen we bij het volgende stuk aan. Stel je voor, jij wil gaan simuleren en je ziet helemaal geen verandering op je simulatie en dat is toch wel vervelend, want dan zie je dus niks. Maar je wilt tegelijkertijd, wil je ook niet elke keer je source code heen en terug gaan aanpassen op het moment dat je een simulatie draait of dat je meer FPGA duwt. Dan heb je dus iets nodig waarbij je zegt van joh, laten we dit eens wat handiger gaan doen. En een van de dingen daarbij is een... is een parameter. Dus een parameter kan je neerzetten van joh, default is die dit, maar ik wil hem overschrijven met een andere waarde. En als je in je source code kijkt van 04 parameter, dan zie je daar als het goed is de instantiatie van de drie files in de chip.v. En er is als het goed is ook een simulatiefile bijgekomen die er ook al zat in de vorige. En die simulatiefile, daar zie je dus dat het ding wordt overschreven met een nieuwe waarde. En in dit geval zie je dat in het onderste blok hier wat jullie amper te zien is. Ik hoop dat het op schermen beter te lezen is. En wat je daar dus zegt is van joh, de parameters overschrijf ik met in plaats bit 23, 24 en 25 pakken we bit 4, 5 en 6, waardoor dus de frequentie veel hoger wordt en je dus niet zo gruwelijk veel hoeft te simuleren. En dan zie je dus al alles wat er gebeurt op het ding. Dus ik zou zeggen, kijk even in de andere file. Ik ben even de naam vergeten van de file. Zet het op. Link.db bedoel je? Ja. Daar zie je. Ik snap even niet. Oké, we hebben 4, 5 en 6 moeten zien. Nou, wat er gebeurt is dat als je hem dus simuleert via Blink.tv, dan wordt hij dus, dan worden de parameters dus overschreven met dit is de gewone, en dan de tv. Daar zie je dus dat hij overschreven wordt als het goed is bij het instantiëren met een kleinere waarde. Die moet je nog aanpassen. Die moet ik zelf aanpassen. Dat is de oefening voor de... Ja, dat is de oefening inderdaad. Ja, dit stuk is... Ja. Ja, en dat kun je daar dus doen. Ja, cool. En de parameter is dus een default die je kunt zetten, maar kunt overschrijven in instantiatie. En je gebruikt dus de parameter example en het blinkende parameter example om dus die frequentie te overschrijven in de blink.tv. Ja. En dan pas je nog een parameter aan die normale TV, is het? TB. Ja, TB.v. Ja, TB.v. Dan gaan wij nu komen bij het stuk wat veel mensen die net beginnen enigszins hoofdpijn op kan leveren. Wires, registers en variables. Altijd leuk. Net als je begint is dit het ding waar je fouten mee gaat maken.
We beginnen met de wires. Een wire hebben we al eerder gezien. En dat is het ding wat je bijvoorbeeld assigned. Dus dat is gewoon een draadje. Dus het, het connect components in het design. En zonder delay. Het heeft geen start when not driven. Dus als je er geen, als je er geen 1 of 0 op zet. Ja, dan is het gewoon een draadje. Net als dat het hier op tafel ligt. Het doet niet zoveel. Zijn die interne draadjes in de print? Ja, als de synthesizer besluit dat er ook echt een draadje moet komen, ja. De synthesizer doet stiekem nog een hele optimalisatie en herschikking. Ja, dat is vaak... Niet eens te lijken voor de Oké, goed. Dus hij kan, soms gaat hij ook door een gate heen met een, met zeg maar een truth table van doe niks. Theoretisch. Dus dan kan zien. Moet dat zo zien? Doe je dat zo? Dat hij optimaliseert? Of moet ik wil je na de cursus nog wel uit gaan leggen hoe het voor een deel geïmplementeerd wordt, maar dat lijkt in geen geval op de gates die je ziet. Maar het doet wel wat de gates zouden doen. Dus daarmee is het input is output, dus is blokje hetzelfde. Dat is het idee. Ja. En dus je moet een wire ook continu drijven om hem een output te laten hebben. Maar gelukkig met synchrone logica, wat wij zoveel mogelijk doen, blijft dat dus, blijft hij gewoon de laatste staat drijven totdat er een nieuwe input komt. Dus dat is eigenlijk in alle gevallen, tenzij rare dingen doen, wel geregeld. Zijn er nog vragen over het draadje? Nee? Mooi. Gaan we nu door naar de register. En dat is waar het leuk gaat worden. Dus een register houdt in principe, stoort hij wat er aan input is bij de opgaande klokcycle, dus de opgaande flank in de klok, stoort hij. Plop, gaat de register in, en dan blijft het. En dat gooit hij naar de output, en dan blijft het tot de volgende opgaande klokcycle. Kijkt hij weer van, oh, wat staat er? Neemt het in zich op, zet het op zijn output, en zo geeft hij het dus elke keer, zoals hieronder zit, door naar de volgende klokcycle. Dus elke keer met de klok, input, plop. En wat de input daarna doet tussen de klokcycles die opgaan, zal hem echt zo'n worst wezen. Lijkt wat veel tijd. En die dingen? Lijkt wat veel tijd. Ja. Ja. Alleen dit zijn dus allemaal memory blokjes achter elkaar. Dus bij de, het komt de signaal in, bij de eerste klokcycle gaat hij naar het eerste draadje, tweede klokcycle, derde klokcycle. Dus gaat elke keer steeds verder bij elke opgaande flank. Wat men daarbij doet, is de non-blocking assignment. Dus dat houdt in dat de code gaat gewoon door. En de laatste die een value toewijst, dat is de value die terechtkomt in jouw register. Dat is soms heel leuk, want je ziet soms mensen gewoon A is 0 en daaronder staat dan if A bla 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 bla, then A is 1. Dan denk je, waarom zetten ze 1 als 0? Maar de regel is, de laatste assignment, die wordt gedaan, die ervoor worden allemaal genegeerd. Dan zet je er 100 neer. 100 keer 0 en 1 keer 1. Dan zegt hij, ja, dan zegt de synthesizer, mooi. Maak 1 gate neer, of dat zo is, om die 1. En je ziet nooit die 0. Dat heeft dus ook als gevolg dat als jij tussendoor gewoon A naar 0 zet, hem toewijst aan een andere variabele en daarna A naar 1 zet, dat die andere variabelen dus niet de waarde 0 gaat krijgen. Want het enige aan het eind van je klokcycle, wat hij ziet, is dat hij een 1 heeft. En dat blijft gedurende het, alleen tijdens de opgaande flank doet hij iets. Dus hij blijft constant. Dus dat is iets waar je fouten mee gaat maken. Dat kan ik je nu vertellen. Dat voel ik nu al, Aan de andere kant, als je eraan gewend bent, is het heel fijn. Het is een soort van beroepsdeformatie die je op moet lopen. Maar dat is dus iets waar je van bewust moet zijn. En dit ding is dus daadwerkelijk een flip-flop op je, in je FPGA die wordt toegewezen aan elke register. En als je een register hebt met meerdere bits, zelfs meerdere flip-flops die naast elkaar staan. En die zo'n hele bus dus in één keer opslaan. Zijn hier nog vragen over? Het is ook wel een dingetje. De values are assigned to the end of the block. Dus jij zegt A is 0 en dan if A, dan is A dus niet noodzakelijk 0, want dan is het namelijk A is wel aan het opzijden. Ja, dat. Ja. En dat blijft, ja, het heeft veranderd. Dat is echt, dat was voor mij een bezinning behoorlijk gemaakt. Ja. Dus in dit voorbeeldje staat dat B out wordt A out plus 1. Ja.
Is A hout hier nou de oude waarde van A hout, of is het al wel de waarde van A in? Nou ja, ze zijn in het begin undefined, dus dan, ja. Dan is het status X, heet dat. Ja. Want dan is er nog niks gedaan, tenzij je er initialisaties op doet. En bij de eerste clock cycle wordt dus A in, wordt in A out gestort. En ja, die andere, de A out blijft nog undefined gedurende die hele clock cycle. Dus de tweede regel doet nog helemaal niks. En de derde ook niet. Bij de tweede clock cycle, dan is A out gedefined en A in zijn gedefined. Dus wat je dan hebt, is dat de eerste en de tweede regel wat doen. Dus dan wordt B out gedefined. Want A out en A in, die blijven natuurlijk gedurende die hele clock cycle constant. En uiteindelijk bij de derde clock cycle, dan pas komt hij in je C out te zitten. Dus deze zal in iedere clock cycle staan. Ja. Dan is de vraag, waarom doe je dit? Omdat je per clock cycle heel weinig componenten hebt die tegelijkertijd bezig zijn, kun je een hele hoge kloksnelheid halen. Ja. Dat is waarom dit gebeurt. Het is goed dat je het vroeg trouwens. Top. Iemand anders die nog? Mooi. Gaan we nu door naar het ding wat ook daarbij de verwarring nog echt stukken beter gaat maken. Dit is een variable. En een variable werkt meer zoals je dat gewend bent in software. Als jij een variable halverwege je code op 0 zet of op 1, dan is dat vanaf al die code daar naar beneden, is die waarde ook meteen veranderd. Denk je helemaal geweldig, geloof me, als je met continue loops continu werkt, is het niet zo fijn. Maar voor sommige dingen ontkom je er niet aan. Als je bijvoorbeeld echt anders zo'n lijn met logica hebt, wil je die opbreken in discrete stukken. Dus daarom gebruik je variables om tussendoor je spullen te storen. De variables worden in principe niet omgezet in memory blocks. Het kan wel als je aan het eind van je met je. Maar wat hij eigenlijk doet, is je synthesizer die kijkt. Ah, dus dat is dit. Dan nemen we dit stuk logica wat ik uit deze regel heb gemaakt. En dit stuk logica dat plakken we aan elkaar. Want dan hoeven we mooi. Want ja, het is toch eigenlijk net een draadje binnen je code. En zodoende worden dus je variables worden dus. In je discrete logica of in je gate logica weggewerkt. En daarom kan het dus ook zijn dat als je hem halverwege in je code naar 0 of naar 1 zet, dat het dus ook gewoon verder gaat, want het is eigenlijk gewoon een hidden wire, zo moet je het zien. Dan komt hij aan het. Globaal. Ja. Nee, het is heel lokaal deze. Ja, dat was het eerste wat voor mij ook opkwam. Het is binnen je begin en end, ja. Is het dus iets wat net zich gedraagt als een C-variabele. Dus zet je hem naar 1, okay. Op 1. Het enige wat je hiermee niet kan doen is output binnen driven. Omdat het namelijk alleen binnen je module of binnen je blok bestaat. Is dit echt puur en alleen binnen je blok om snel om dingen op te breken. Dat je niet hoeft zo'n formule in één keer te schrijven. Hm? Dan moet je eerst de variable naar een wire omzetten. Naar een register. Uit. En je register kan output drijven. Dus als je eerst een variable hebt, ja. Daar doe je al je berekeningen mee. En aan het eind zeg je variable is register. En daarna zeg je register op, oké, naar buiten. Dan mag. Ja. Daar gaat gewoon variabels in Python. Je hebt alleen maar binnen je functie leven. Pas als je hem voor output, dus via een register. Dan pas voor die global. Zeg want aangezien. Het is niet slim genoeg om zeg maar het verschil. Nou, het is meer dat zo'n variable, wat ik net al zei, is als een draadje geïmplementeerd. En wat er gebeurt is als jouw clock cycle komt, dan gaan de flipflops die gaan open, die nemen een nieuwe stand aan. En dat gaat dan door alle gates heen. En als je zo'n kort pad hebt en een lang pad, wat er dan gebeurt is dat die eerst 0 is en dan komt het lange pad ook door de end gate heen. En dan zegt hij, oh, hij is toch 1. Dus wat je dan zou zien, is dat het ding overal en ergens heen klappert. En... Ja, dat kan je bijvoorbeeld niet op een output pin gaan zetten of zo. Dat gaat niet. Dus het moet gestabiliseerd zijn, anders is het niet meer synchroon. Dan krijg je dus al je timing hazards naar buiten, wordt één grote bende. En als je dan ergens anders een trigger zegt, als ik een 0 naar 1 zie, dan ga dan dat doen. Nou, dat zie je dan ook niet meer gebeuren. Dus, dus die wires zijn strikt intern. En dat is bij Verilog kan je nog aardig wat aanklooien daarmee. Bij VADL is het. Die zegt gewoon echt van jongens, stop deze compilation. Je koppelt een signaal naar buiten. Dat is echt niet nodig. Of dat mag echt niet. Ja. Verschil is dus. Een register verandert tijdens de clock cycle niet.
een variable verandert tijdens de clock cycle wel, net als dat je dat in een software ding als Python of C zou doen. En variables mag je dus niet naar buiten koppelen, omdat ze tijdens de clock cycle veranderen. Cool. Is dat voor iedereen duidelijk? Cool. Ik heb hier nog een mooi dingetje. Ik heb gewoon de hele slide gekopieerd uit een andere presentatie. Dat vond ik makkelijk om het zelf na te tekenen. Maar deze is leesbaar. Ja, dit is met kleur. En blauwe. Ja. Wat je hier dus ziet gebeuren, is een kloksignaal en je hebt een in-signaal. En waar je op moet letten, is dus dat je ziet daar add positive edge. En daaronder zie je ook add positive edge. En de bovenste is dus add positive edge en dat is een variabele. En wat je daar dus ziet, is dat de variabele gaat in, de I1 in en de I2 uit, allemaal in één klokcycle. Want hij kan gewoon veranderen tijdens het draaien. Dus wat je ziet, is dat zodra er dus een positive clock cycle is en je in is hoog, dan zie je in ook meteen naar 1 gaan. En is er een positive clock cycle en je in is 0, nou, dan zie je hem ook weer naar 0 gaan. En dat gaat in één keer door je hele combinatie heen. Terwijl als je naar beneden kijkt, dan zie je dus dat de I2 en de I1, dat hij hem bij de I1 overneemt. Dus die ziet er eigenlijk vrijwel hetzelfde uit als de variabelen. Maar dat hij dus bij I2, dat het pas de volgende cycle is. Omdat hij dus dan pas ziet hij pas de waarde I1 veranderen. En dan pas zet hij hem door naar I2. Dus dat is echt een treintje van signalen. Je ziet hier ook dat de flipflops staan daar synchroon. Dus dat wordt in allebei gedaan in één keer. Bij de tweede zie je hem dus 1, 2. Dus daarmee kan je bijvoorbeeld heel mooie pipelines maken om dingen te verwerken en zo. Dat is waarom je die dingen gebruikt. Ja. Dat cooldowns te doen. Ja. De volgende kan voor bepaalde fans van sci-fi pijnlijk zijn, maar het moet toch wel even duidelijk gemaakt worden. Dat wanneer je variabelen en registers kun je in principe, zeker bij Yoast's Verilog, kun je gewoon redelijk tussen modules en tussen elkaar gebruiken. Wat ik echt absoluut afraad. De documentatie zegt heel fijn ergens op bladzijde 300 nog wat. Als je dat doet, dan is de output is undefined. Dus ja, als je graag wil debuggen en code wil hebben, dat als je één regel links verandert achter in je setup en rechts beneden valt er wat om, nou, dan moet je dat doen. Wanneer je communiceert tussen modules, in alle gevallen met registers. En zeker als je concurrent blocks hebt die aan dezelfde data zitten, dus dat je dingen doorgeeft, of dat het zeg maar pipelines met hetzelfde, dan ga je gewoon grote problemen krijgen. Dus of de een of de ander, niet beide. Of kopieer het een naar het ander, verwerk het, kopieer het terug en koppel het dan door. Cool. Zijn hier nog vragen over? Cool. We hebben nu een leuke hersenkraker. We hebben de VARREG. Wacht heel even met het inschieten. Welke kleur denken jullie dat als je dit stuk code hebt? Je mag ook gewoon kijken in de chip of in de module, in de source code. Welk kleurlampje gaat er aan? Wat is het? Dit is 05 var reg. Van link.c? Nee, leg.c. 05, ja. 05 var. Daar zie je dus, wordt de register op 0 gezet, dan de var op 0. Dan wordt de register en de var worden allebei naar een register gegooid. Die uiteindelijk naar de auto gaat van het ding. En daarna wordt de register wordt op 1 gezet en de var wordt op 1 gezet. Welk lampje gaat er aan? Als je een idee hebt, roep graag wat dat je denkt dat het rood of groen wordt. Groen. Groen. Ja, groen in de rode knipper, toch? Ja, de rode blijft gewoon uit. Ja. Ja. Wat er gebeurt is dat je zet de register zet je op 0 en de var zet je op 0. Dus als jij kijkt bij de tweede,
Dan heb je de register wel op 0 gezet, maar dat is niet de laatste assignment. Dus de register blijft lekker op 1 staan. Want die verandert niet tijdens je clock cycle. Dat hebben we net dat heb ik net uitgelegd en jullie geloven dat hopelijk ook. De variable daarentegen, op het moment dat jij hem kopieert in het midden, en je ziet dat er daar een kleiner dan is staat, dus dat wordt naar een register gekopieerd voor de output, die staat op dat moment op 0, want de register kan tijdens een blok veranderen. En 0 betekent dat ledje aangaat. Dus het groene ledje gaat aan. Dus ik zou zeggen, flash hem erin en kijk of ik gelijk heb. En dat ik niet tegen jullie sta te liegen. Ja. Ik zou net zien dat door de draadjes die door elkaar zitten, dat verkeerde knoe eraan gaat. Maar ik heb, dit zover, ik heb hem zelf ook getest. Hij zou het moeten doen, ja. Ik kijk, ik zie R met R weg. Ja, dat is een register. Ja. En dat kun je ook zien aan dat er kleiner dan is wordt gebruikt. Oh, oké. Ja. Ja. Dat was inderdaad mijn vraag, waar is het kleine is voor? Dat houdt in, je mag namelijk niet met een is in register schrijven en andersom niet in vars. Dat is ook een stukje om jezelf te beschermen. Ja, maar dat heb je wel gezegd, dat een register is die hij heeft. Ja, G-var. G-var, het heeft zich wel gewoon een register. Waar dan? Bovenin een source. Sorry. Ja, dat komt omdat Verilog zo dom is om het allebei register te noemen. En het is hoe je hem assigned, op wat voor manier je geassigned wordt. En dat is ook een van de redenen dat ik de vorige slide met Jar Jar Binks erin gedaan heb. Dat is iets goed dat je me eraan herinnert. Daar wordt dus dezelfde declaratie voor gebruikt, maar hoe je hem assigned maakt dus uit hoe die zich gedraagt. Ja, en dat is heel erg kloten als je daar dus fouten mee maakt. Als je een is schrijft, wordt hij direct. Kun je hem ook verder gebruiken. En kleiner dan is, wordt hij. Dan wordt hij als register slijf gedaan en wordt een flip-flop die als bij de laatste assignment wordt gedaan. Maar je kan dus ook op één variabele zowel isjes doen als is kleiner dan. En dan gaat de meeste gaan complainen, maar Joost is niet. En je hebt daarna echt uitkomsten dat je zoiets hebt van: wat de fuck heb ik hier gedaan? Dus dat is waarom deze erin zat. Het is goed dat je me eraan herinnert. Dus een andere manier waarop Verilog het heel makkelijk maakt om je in je eigen voet te schieten. Mijn default manier om dingen te doen is eigenlijk altijd registers gebruiken. Tenzij je echt niet anders wegkomt, dan gebruik je een variable. Als je bijvoorbeeld een lange berekening moet opbreken of dat soort dingen. Om het voor jezelf leesbaar te houden. Juist. Eigenlijk dan. Ja. Aan het eind doe je hem ook nog in een register gooien. Juist. Okay. Dat je denkt, dit wordt echt absoluut niet meer om te lezen. Dat je hele if-bomen hebt, waarbij je dus if dan, dan dat, dan dat. Ja, dan kan je dan allemaal wel eens eentje schrijven in één lange regel, maar dat schiet niet op. Dat is wanneer je variables gebruikt. Maar eigenlijk in alle andere gevallen, om het naar de volgende clock cycle door te geven, gebruik je registers. Cool. Het volgende stuk is het stuk bit arrays en numbers. En in tegenstelling tot waar jij normaal zo denk ik begin met tellen met 0. En dan eindigen wij op een bepaald getal. Bijvoorbeeld zoals men het in C doet en in Python en weet ik veel wat. Zijn bit arrays hier nummers? Dus zoals jij 1000 schrijft met de meest significant nummer aan de linkerkant, begint men dus ook met de meest significant nummer, dus het vierde nummer. In ieder geval 3 als je bij 0 begint met tellen. 3, 2, 1, 0. Begint men dus daarmee. Dus je hebt een ding. 3, down to 0, of to 0. Tweet in VDL zou doen. Heeft dus gewoon zo'n, is dus een array van 4 bits. Dat is iets waar je even aan moet wennen. Draai het niet om, want je bent niet compatible met de rest van de wereld. Mag wel. Het mag wel. Hij gaat niet complainen. Nou ja, misschien sommigen wel. Joost is volgens mij niet... het mag wel. Ja. De conventie is alleen dat dus alle arrays beginnen dus bij een bepaald hooggetal en tellen down naar 0. Dus 0 is je onderste bit automatisch. Dat is wel makkelijk. En hoe verder je naar optelt, hoe verder je bit in het getal zit. Hier zie je het ook hoe het uitgeschreven is. Ik vind het heel jammer dat dit vrij slecht te lezen is. Maar je ziet daar een reg 25 dubbele punt 0 staan in count. Als je achterin zit is het misschien nog net wat moeilijker te lezen. Maar
Ja. De PDF zit ook in wat je gedownload hebt. Ja, weet ik. Zo'n presentatie. Ja. En wat dat dus betekent is dat je dus een register hebt met dus 26 bits erin. Dat zijn 26 flipflops naast elkaar. Of als je hem assigned als variable, variables. Dankjewel, Verilog. Rechts daarnaast staat nog een ding met de parameter p-size is 1000. En dan kan je dus met een leuk stukje van de logaritme van 2 kun je dus kijken hoeveel bits je nodig hebt. En dan kan je het op dat manier erin donderen. Dan kan je ervoor zorgen dat dus er zijn hele mooie defines voor. En voor de rest kun je dus met dit soort registers kun je dus berekeningen doen. Het is unsigned by definition. Maar je kunt optellen, aftrekken, vermenigvuldigen, delen en natuurlijk ook nog, wat was de procent? Oh ja, modulus. Ja. En dat kun je, dat werkt binnen de bitrange die je doet. Als je buiten de bitrange gaat, dan gaan er dingen, dan gebeuren er magische dingen, als in je code doet het niet. Net als een C. Ja, inderdaad. Ja, als je 1 plus 1 doet, dan heb je een bot. Ja. Ligt er trouwens aan wat voor type register je hebt. In ieder geval. Hij kan ook naar XXX gaan. Of je kan hem ook inderdaad nog signed unsigned hebben. Daar zijn allemaal dingetjes bij. Zijn hier vragen over? Dus je hoeft eigenlijk je niet voor te houden aan. Ja, als jij een bit. Als jij een register wil hebben met 100 bits. En je wil daar een counter van maken. Kan dat. Je komt natuurlijk wel op een gegeven moment op de limieten van wat je FPGA een floor-oppervlakte heeft, floor space. Maar je zit niet vast als bij een microcontroller aan 8-bit getallen. Je kunt met 3-bit getallen, 2-bit getallen, 6-bit getallen. Je kan het gek maken als je wil. En wat men hier dus ziet, is dat je dus ook naar de, met het bovenste stuk zie je dus hoe je één bepaalde bit uit een getal kan trekken. Dat hebben jullie ook al gezien in het cyclen van het ding. Van de ledjes. Waarbij je gewoon zegt, geef mij bit 24, 25 en 26. Want we beginnen natuurlijk bij 0. En als mensen beginnen bij 1 met tellen. Hebben we ooit een defaced member moeten uitleggen. En dan hoort het 10 jaar later nog. Remy. We hebben het niet over verder. Maar dat zijn. Dus je kunt vrij eenvoudig ook stukken van bits eruit halen. Je kunt ook zeggen van joh. We kunnen bepaalde ranges doen. Je kunt ze ook samenvoegen. Dat zie je onderaan. Dan zie je gewoon van your joy AS1 en AS2. En dat wordt dus de always at star. Dat betekent van alles wat erin zit. Ga je gang. Die had ik eigenlijk niet in het voorbeeld moeten zetten. Want het is verwarrend. Maar om even aan te geven dat je dus bitgetallen gewoon aan elkaar kunt plakken. Je kunt ze uit elkaar trekken. Maar zo'n register is gewoon een hele berg bitjes achter elkaar. Ja. Samen een getal vormen. Ja. Nou. En by default unsigned. Dus wat Koen inderdaad terecht zet, als je dan 1111 hebt, je doet plus 1, bent u weer 0. Ja, oké. Okay. En als je dan zegt, van mijn ledje is nummer 5. Ja, dat doe je tussen de rechte blok haken. En 1, dan wordt 5 misschien. Als je 5 doet, dan heb je de zesde bit te pakken, want hij begint bij 0. Ja. Ja. En als je een bitje 0 en de 0123 gebruikt, bij die led. Dan die switch veel meer natuurlijk als je optelt. Ja. En dat is waarom hij dus de speed kan aanpassen door gewoon een grotere counter te pakken. Ja, en, vandaar. Ja, het is allemaal een bigger. Je moet het holistisch bekijken. Heel mogelijk. Heb je nog een beetje wierook voor me? Maar ik snap hem nu wel, ja. Nee, ik ben. Ik ruik niet, ik ben niet antifa. Nou. Hoe vaak moet dat op video? Geen idee, we zien het wel. Alhoewel, laat maar. Lange uitleg, laten we dat niet doen. Dit is dus op het moment dat jij zegt van joh, ik wil wel degelijk dingen gesigned hebben. Ik wil bijvoorbeeld onder nul gaan en dat soort dingen allemaal. Dat soort cases komen voor. En om je eigen signed spullen in elkaar te gaan zetten, dat is gewoon, men dacht, misschien moeten we dat in totaal gaan doen. Dat heeft men ook gedaan. Dus als je reg signed zegt en dan 25 dubbel op de 0, dan heb je dus 25 bit signed. Dus 24 bitjes. Ja, dat is gewoon 1 of 2 complementair. Het was goed. Twee. Ja, 2 complementair. En de unsigned is dus gewoon recht.
Dus je hebt per definitie, als je gewoon niks zegt, heb je unsigned. Je kunt ook recht, signed, bla 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 doen als je echt heel erg... maar eigenlijk laat je in de unsigned heb je ook, maar die wordt eigenlijk bijna nooit gebruikt. Dus wat je gewoon doet is reg en dan bla 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 heb je unsigned met signed en dan heb je gewoon twee complementair. Maar je mag wel een beetje reg unsigned. Ja, dat mag zeker wel. Handig voor als je faalt, dat doe je dan gewoon een voorzetten. Ja, dan doe je dat. Ja, dat. Zoals je denkt van nou, ik wil geen extra bits besteden, maar ik wil wel een grotere range, dan offer je gewoon de helft op. En dan heb je meer. Unsigned was positief 9. Ja, maar unsigned is... Unsigned, nee. Unsigned is altijd positief. Ja. Ja. Tenzij jij het als negatief interpreteert in je uiteindelijk. Of je besluit om er zelf een heel math library aan vast te houden. Natuurlijk kun je er alles mee doen wat je wil, maar de basis is dat het... Unsigned is van de status mini voor. Juist. Ja, het meest significante bit... Als het 0 is, is het positief nummer. Ja, nee, het is meer het wat doet hij op het moment dat jij 000 in je register hebt staan en je doet min 1. Ja, ja. Ja, dat is eigenlijk niet zo, hè? Want dan doet hij vooral bij sign en unsign hetzelfde. Dan wordt die 1 en 1. Alleen in sign, dat is min 1. Juist, en dat is, maar als je er daarna dus math mee gaat doen, dan gaat het verkeerd. Ja. Als je unsigned doet en je verwacht signed. Ja. Ja. Zijn er ook iets van floats? Nee, die kan je wel zelf bouwen. Ja, die zijn er wel. Ja, heb je die? Ja. Ik heb ze nog nooit gezien in het hele. Ja, nee, niemand gebruikt ze, want ze zijn niet efficiënt. Nee, het probleem is dat bij dat soort dingen heb je vaak dat er allerlei of dedicated hardware gebruikt moet worden, of dat het ding onder water een enorme berg gates gaat maken. En je hebt bepaalde hoeveelheid logica die een signaal door kan gaan in één clock cycle. En dat wordt dan in één keer bijzonder hoeveelheid logica. En dan heb je dus, dan gaat je kloksnelheid gaat racend naar beneden. Dus dat is de reden dat vrijwel niemand het gebruikt. En ik het dus ook nog niet tegen was gekomen. Ja, of tot de decimal. Of nee, weet het nou met, nou ja, allemaal dingen. Maar niemand gebruikt het ook. Nee, daarom zit het hier ook niet in. En zeker niet voor een beginnerscursus. Oké, daar is het voor. Bit arrays en numbers. Dit is wel belangrijk om even in overweging te houden. Verilog houdt vreselijk van unsigned nummers. Dus als je ook maar iets van de onderstaande bullet points doet en je hebt er een signed in zitten, dan komt er een unsigned uit. Kijk. Heel leuk als je er daarna nog dingen mee gaat doen, want dan komen er allemaal dingen uit die je op zijn zachtst gezegd niet zou verwachten. Nou, allemaal unsigned getallen. Juist. Dus als jij een signed en een unsigned bij elkaar optelt, van elkaar aftrekt, een vermenigvuldigd deel of whatever, komt daar dus een unsigned uit. Dus je moet hem eerst casten, dan kun je gewoon signed omheen zetten en dan doet hij dat. Als jij, je moet dus bij al je literals, zijn bij definitie als jij gewoon 12 en een decimal 20 doet, of 10 doet bijvoorbeeld, is die unsigned. Dus je moet er een S'je voor zetten om ze signed te maken. Dat is ook wel iets waar je fouten mee kunt maken, want als jij dus zegt van joh, ik heb een hele mooie unsigned variabele en ik knal er een signed variabele en ik knal er dus een literal in en je doet dat dus verkeerd. Bit select, dus dat zijn de dingen waarbij je dus gewoon met die de blokhaken dingen gaat doen, dan zeg je van ja joh, die zijn per definitie unsigned wat er dan uitkomt, bitjes en dingen. Dus dat is ook wel vervelend. Part select, dat is dat je ranges gaat selecten. Dus gewoon van bit 10 tot en met bit 13 of zo. Dan kun je er een kleine subsection uithalen. Een soort structachtige constructie? Of? Nee, je pakt gewoon 3 bits eruit. Okay. Of 4. En dan zeg je gewoon hop. Die worden dus al is het moederding signed, wordt unsigned. Daarmee kun je zeg maar die RGB uit los bepalen. Ja, die zou je er los uit kunnen pakken. En ook concatenations, dat heb je net gezien, waarbij je dus één signed neemt en die plak je achter een ander aan. Of je plakt er een 0 aan vast om het maal 2 te doen. Dat zijn veel trucjes die je in FPGA's gebruikt. Dus 0 de laatste bit eraf, de laatste bit erbij. Maal 2, gedeelte 2, dat soort dingen kun je dan heel snel doen. Resultaat, je voelt hem al aankomen, unsigned. Let erop, want als je dan serieuze berekeningen wil gaan doen, dan krijg je magische getallen. En dat is meestal niet goed. Wat wij dus gaan doen met deze kennis, is wij gaan
bekijken op de wat is het, 27-bit counter. We willen ongeveer, denk ik, rond de 800 hertz gaan zitten. Dus even kijken dat als je 48 megahertz gaat delen door een 2 tot de macht whatever. Dus dan mag je een mooi getal gaan kiezen op de 0 tot 27. Om de LEDs te gaan dimmen. Wat je namelijk kunt doen, is bovenop de aan-uit die je kan zien, er eentje te nemen tussen de 8, ergens rond de 8, 800 hertz. En als je er daar dus 3 van achter elkaar zet, 800 en dan is het 400, 200. En die laat je dus op de heel snel, dan staat hij namelijk maar 1 op de 16 meer bits je doet, staat hij aan. Wat je dan dus krijgt, is dat je LED dus gedimd is, omdat je oog niet, het niet bij kan houden. PWM. Dus PWM, inderdaad. Dus wat je kan doen, is dus aan de bitselect in 0,4 parameter, waarbij je dus de hele trage knipper krijgt, een paar bits verderop ook selecteren, en die dus achter elkaar gebruiken, met pennetjes, om dus de... dus een PWM te doen, zodat je een dimt. Omdat men dus niet de slangetjes erop hoeft te prikken. Ja. Dus ik zou zeggen, open de 0,4 parameter. Kijk naar hoe daar de op dit moment de LED wordt aan en uitgezet. Juist die. De feest. En zorg ervoor dat je dus die, ik kan heel eventjes snel kijken welke bits ik gepakt heb, maar je mag het ook zelf uitrekenen als je dat leuk vindt. Dus gewoon 48 miljoen gedeeld door 2 tot de macht, whatever, en dan zie je vanzelf de hertz eruit komen. Ja, dat is de Brainsmoke en Anian Annoyotron. Ja. Oké, okay. Moment. Weet iedereen nu wat hij moet doen? Ik zelf niet dat ik het heel geweldig uitleg, maar dus het is, het idee is dat je dus zelf wat ervaring op doet met het werken met de arrays van bits, door er een paar extra bits uit te selecteren en de N-functie te gebruiken, om dus de LED eigenlijk heel snel te PWM'en. Dan kun je ook even kijken naar de syntax die je moet gebruiken en dat soort dingen. Wat je wil is, je hebt één bitje dat heeft een frequentie van 8, 4. Ja, 8, 4. Ja. En dat je wil eigenlijk dus nog een tweede set voorwaarden, dus een stuk terug in het register wat veel sneller telt, gebruiken om hem dus maar 1/16 van de tijd aan te laten staan. Cool. Dan gaan we nu door. Stel je voor dat je modules niet genoeg op splitsing zijn. Of je wil een aantal code opnieuw gebruiken. Er zijn daar een aantal technieken voor. En een van de eerste technieken is een task. Dus je zegt bijvoorbeeld, dit is natuurlijk allemaal zo simpel dat je het niet zo nodig zou moeten hebben. Maar je snapt zelf, dit soort dingen groeien snel uit de klauwen. En dan is het toch wel handig dat je het in aparte blokken kan zetten. En de eerste daarvan is een task. Dus je hebt een input en een output. En die zijn inside een module. Dus het is bijvoorbeeld als je een aantal keer iets achter elkaar doet wat hetzelfde is. Of een aantal dingen waarvan je denkt, joh, dan hoef je dat niet 5 keer uit te schrijven. Of 6 keer of 10 keer. Dan kun je dat gewoon in een task doen. Tasks kunnen andere tasks en functies aanroepen. Nou ja, de hele voorwaarden staan uitgeschreven. Dus met task kan je eigenlijk best wel veel doen. Het is gewoon een stukje... Eigenlijk een soort macro die je erin zet. En functies in C. Nou, dat soort dingen. Dat is eigenlijk alles wat je hier ook mee kan. Daar gaan we straks een oefening mee doen. Dus alvast om dus de code die je nu allemaal 3 keer hetzelfde hebt gedaan. Met 3 keer dezelfde lijsten. Dingetjes met bits die je selecteert. Die code dus naar 1 task te gooien. En daarna die task 3 keer aan te roepen. Waardoor je dus potentieel maar 1 ding hoeft te veranderen en het gaat 3 keer. Hoe werkt het met, oh, dat is input. Hoe werkt het met variabelen die je meegeeft?
Dat gaat je input zijn je input variabelen en je output is wat je terugkrijgt. En daar kun je er ook meerdere van hebben. En onderaan is het dus de volgorde. Ja, dat is ook echt heel fijn. Dus als je A, B en C hebt bovenaan en dan X, Y, Z. Dus dat is A is 0, B is 1. En je voelt hem al aankomen. C is Z. Nou ja, 2. Dus daarom zie je dus die... dat is helaas, hebben ze dat gewoon met volgordes gedaan. Je kunt ook aangeven van joh, A, volgens mij is A punt is nog wat. Ik weet even de syntax niet meer uit mijn hoofd. Hij is niet een functie, dus misschien onder. Oh joh, dat is helemaal goed. Dus als je niks aangeeft, is op volgorde. Je kunt het ook expliciet aangeven. Moet je even googlen, ik ben even vergeten hoe dat ook weer zat. Maar het is een syntax ding. Ja. De meer beperkte versie. Taaldefinitie kan je ook C-style doen, zeg maar. Dus dat je taalstaakje open en dan. Oh, oké. Input A. Oh, nice. Kan dat ook in Yosys? Is dat alleen in System Verilog? Dus ik doe het altijd in Yosys. Oh, oké, cool. Dit zijn de enige voorbeelden die ik tegenkwam. Dus dat is dan ook het enige wat ik gebruik, zeg maar. Cool, weet je niet? Cool. Ja, dat vind ik. Ik vind het een fijne. Hey, het is leesbaar. Ja, ja. Begin en end is ook iets wat in System Verilog anders zit, maar daar kom ik straks nog op. Dat is ook een heel fijn stuk van Verilog, echt prachtig. Maar in ieder geval, dit is dus net als een functie in C, je mag hier dus alles. Dit is meer als een macro, dus wat je hier eigenlijk doet... Eén ding is om op task wat wel goed is om ook te onthouden, als je een task op meerdere plekken aanroept, er is maar één task. Ja. Oh. Delen. Ja. 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 Maar dan kun je ook. Ik denk dat gaan dingen doen. Ja, 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 precies. Mm-hmm. Ja, nee. Maar dan moet je een soort state machine maken om daar. Of een functie als kan. Of ja, er zijn ook wel manieren om tasks weer. Maar dat is om wel meerdere instanties. Ja, dan moet je local variables gaan doen en zo. Je kunt dat local aangeven. Cool. Functies. Dus dat is meer als macro's. Waarbij je dus krijgt van, joh, je geeft aan van, ik heb een functie doMath. En daar, mijn return value heet dan dus ook meteen doMath. Daarmee geef je aan wat er teruggaat naar buiten. Dat kan ook dus maar één output zijn. En functies zijn wat meer beperkt, maar dat is meer als een macro. Dus je mag in functies mag je ook geen registers gebruiken. Alles moet variables zijn, omdat het dus inline in je logic wordt geplakt. En daarmee kan je, ja, dan heeft het dus geen zin om dingen te gaan instantiëren die toch niet kunnen veranderen tijdens de logica. Dus vandaar dat dat niet mag. Eén return type, wat ik al zei. Ze kunnen andere functies aanroepen, maar geen tasks. Nou, om duidelijke reden, tasks zijn dus, kunnen dus wel registers bevatten die dus van, ja, die alleen een clockcycle veranderen. Dus ja, dat schiet niet op. En dit moet je dus zien als een macro waar je dus een stuk code inschiet elke keer in je code. Omdat daar kan je. Ja. Dus dit is iets meer beperkt. En je kunt de return time by default als je niks aangeeft is dus 1 bit en daar kun je dus ook weer wat dingetjes aan doen om dat anders aan te geven. Ik moet heel even kijken wat ik ook alweer zat, maar by default is het 1 bit en dat is alles wat wij nu nodig hebben. Dus ik zou zeggen, kijk of je hem in ieder geval met example 7 en example 8 die kan je spieken, maar je mag het ook zelf proberen om aan te passen. Ik zou zeggen, begin met de functie, dat is wat makkelijker. En kijk of je hem gewoon 1 keer de functie kan beschrijven en hem dan 3 keer kan aanroepen. En ik zal deze klaarzetten, dan hebben jullie in ieder geval een idee van de syntax. En Google vooral, het speelt vooral vals, want daar leer je het meeste van. En speak desnoods op example 7 of 8, als je wil zien van, joh, hoe heeft Paul het gedaan en... Als je opmerkingen hebt van, joh, zo kan het beter, hoor ik dat ook graag. Cool. Een volgende stuk, wat toch wel enigszins handig is, is if statements.
Dat maakt toch het stuk logica in elkaar harken wel een stuk eenvoudiger dan dat je alles met ends en oors moet doen. Dat gaat nogal in je hoofd rondzingen na een tijdje. Wat je dus niet moet doen, aan de rechterkant zie je daar een mooi voorbeeld bij. In de wrong zie je amper. Is dat je if haakje openen en dan wat je wil doen haakje sluiten en dan punt, comma, begin doet. Dat, ik heb af en toe te veel bash gedaan. En dan zit dat in je spiergeheugen, daar krijg je heel snel spijt van. Wat hij namelijk doet is begin en end is gewoon een datablok. En hij zegt, oh, if, einde statement. Oh, whatever. Statement raam uit. En dan heb je dus dat blok altijd uitgevoerd wordt. En je krabt je echt achter je hoofd van waarom de fuck wordt dit blok altijd uitgevoerd wat ik er ook inzet. Voor je backdoors. Behalve als je het goed verkeerd doet, dan krijg je wel een error. Nou, echt. En dan is dat dus omdat je een punt comma hebt gezet voor het begin, omdat je dat bij bash wel moet doen. En een van de dingen die ik mee wil geven... case statement. Ja, doe het niet. Sorry, nee, sorry. Ik bedoel, dit is een beetje als het case statement in SQL. Dat. In SQL is het. Ja. Daar gebruik je ook geen punt comma. Dus dat. End. Dus voor de rest heb je gewoon if, begin, end. En je hebt else en else if en dat soort dingen allemaal. Ja, en de else if is heel handig, want dan hoef je in ieder geval niet de eerste if uit te sluiten, want dan komt het alleen maar als de eerste if niet waar is, dus dat scheelt een hoop code. Je moet eigenlijk gewoon de beginnende en finale of alkladen ook naar elkaar sluiten. Ja, en dat is ook waarom er geen punt komma achter komt. Ja, precies. Ja, en dat is één ding. Altijd begin en end, ook al wil ik maar één statement. Ik weet dat er ooit een moment waar ik een tweede bij wil, dan vergeet dat. Dan krijg je echt zo'n error dat je denkt, wat moet ik hiermee? Nou dat. Slim. Ja. En bij system verilog hoeft dat trouwens niet. Maar daar zou ik jullie nog niet mee verwarren, dat wordt wel leuk genoeg. Verder. For loops. In principe is alles infinite loops. Dus als jij je Hello World schrijft, heb je al een infinite loop gemaakt. Vandaar dat ik deze wel grappig vond. De rest niet echt van toepassing op de for loops. Maar hey, het moet wel een beetje luchtig blijven. De for loops zijn een ander ding die vaak niet begrepen worden door beginnende Verilog programmeurs. Want het ziet eruit als C. Ja, toch? Ja. Ja, dat is het dus niet. Wat je hier ziet is... ja, gewoon een for loop. En dat je denkt, nou weet je, de for loop die je hierboven ziet is dus gewoon hetzelfde als de code die je aan de rechterkant ziet. Want je hebt al een loop. Wat je hier dus gewoon zegt, we tellen er elke keer één bij op. En als index eruit loopt, gaan we niet meer optellen. Dat is in principe hetzelfde als wat er links gebeurt. Alleen de for loop eindigt natuurlijk. En in een FPGA heb je niet zoiets als eindig. Dus dan gebeurt er gewoon niks meer. Dan zegt die if statement gewoon zoek het maar uit. Maar je hebt wel het voorcommando in Verilog. Dan ga je je afvragen, waar is dat dan voor? Nou, waar dat voor is, is om dit soort dingen te doen. Dus als jij denkt van ik moet drie keer mijn functie aanroepen en dan krijg ik moeie vingers van. Dan kan je dus die functie aanroepen met een for loop. En dan kan je dus gewoon II gebruiken en dan rolt die voor jou de code uit. Dat is dus het enige wat een for loop in Verilog doet, is code uitrollen. Zodat je het niet op 10 plekken hoeft aan te passen. Kan het hierbij voor ook nog beginnen en omheen? Volgens mij wel. Dus dan geeft hij gewoon meerdere. Dan kopieert hij gewoon meerdere keren die blokcode met de aangepaste tellertjes of whatever je ermee wil. Dus dat is een hele mooie, waar ik toch wel aardig wat forum posts over heb gezien van mensen die echt helemaal de weg kwijt waren, chronisch. Ook mensen die het zelfs nog wilden gebruiken als wait loop. Dan in één keer is je FPGA op, in één keer heel vreemd. Ja, maar dan maak nog wel een anders gate. Ja, natuurlijk. Die code wordt gewoon... En dat gaat hij daarna heel fijn synthetiseren naar een gate. En dan zegt hij, ja, sorry jongen, maar die 500 kilo gate die jij hebt, dat gaat niet lukken. Waar komt dat vandaan? Ja, dat. De implicatie is ook dat dit een compile file op een synthesizer staat. Ja, dit draait op je PC en dus niet op de FPGA. Het moet ook een constante zijn. Je kan het niet in waarde laten zijn die ergens anders uit je circuit. Een soort define headers. Juist. Ja. Maar wel heel veel. Ja. Maar je zou dit dus ook kunnen gebruiken om het voorbeeld met het gediende ledje nog mooier te maken. Met nog meer dingen die het ingewikkelder maken, maar niet de functie veranderen. Mag je hier een half flow gebruiken, dus zolang i kleiner is dan 3.14 of zo? Dan, er zijn bepaalde blokken op een FPGA, dat heet de DSP-blok. En die worden veel gebruikt
vermenigvuldigingen en daar heb je er heel weinig van. En bovendien is de propagation delay takken hoog. Dus dat is hoe lang het duurt om het er doorheen te duwen. In de vorige boek dat is de synthesizer. Ah ja, in de synthesizer. Ja, dat zou kunnen, ja. Maar dan, heb je, dan moet je wel... Je kan niet .14 de regels genereren. Nee, maar het kleine, ja. Kleine dan. En als je er een aantal keer heel inpast, dan een integer time inpast, dan gaat dat goed. Alleen als je daarna de variabelen waarmee je telt wil gebruiken in je code, krijg je dus ook floats in je code. En dat is een beetje af te raden. Oh, oké. Okay. Er zijn een verschil tussen kleiner dan 3 en kleiner dan 3.14. En als je doet i plus i is i plus 0.01 of zo. Maar anders zit je van, oké, ik ben kleiner dan 3. Ja, dan krijg je het klaar. Oh, nu ben ik 4, nu ben ik kleiner dan 3.14. Ja, het is altijd een integer aantal keren dat eruit komt, inderdaad. Maar ja, die hele for loop draait op het principe dat je een getal eruit krijgt. Wat je daarna in je functies of in je code eronder plakt. En dat getal gaat dan dus ook een float zijn. En dat gaat er wel voor zorgen dat de hoeveelheid gate count die je gaat krijgen, dus de hoeveelheid logische dingen die ingezet worden om jouw evil plan uit te voeren, toch iets groter wordt, zeg maar. Laat zeggen, ja, je FPGA gaat sneller vol. Ja. Maar goede vraag. Iemand anders een vraag hierover? Kun je nog calculaties doen? Ja, in je code die je gaat repliceren. Ja. Dus in de functies of in de statements die je gaat creëren. Ja. Dus dat natuurlijk. Het is gewoon multiplicatie van code. Waarbij je dus gewoon de variabelen die je erin propt eigenlijk 1, 2, 3, 4 laat optellen of aftellen of wat voor dingen. Ja, nee. Ja. Dus ja, de code is statisch, maar wat je in de code zelf doet, dat is natuurlijk dynamisch. Dus dat, en die code... Stel dat ik 2, 4, 8, 16... Volgens mij... Wat staat daar erin? Ik zal even kijken. Ja, je kunt gewoon plus... I is I plus 2 zou je kunnen doen, of plus 3. En dan, wordt die, dan gaat hij ook keer 2 optellen of 3 optellen. Dus het is hetzelfde als in C. Ja, en verder mag je hetzelfde wat je met andere kunt. Ja. Dan hebben we het volgende ding. En dat is een ding wat echt heel erg veel gebruikt wordt. En waar je dus op een gegeven moment wel redelijk bekend mee gaat raken. Dat is case statement. Je hebt nu een lampje wat knippert met een tellertje wat optelt. En, maar normaal heb je natuurlijk geen states die alleen maar afhangen van een tellertje wat optelt. Normaal wil je ook dingen kunnen doen die wat intelligenter zijn. In ieder geval wanneer je iets anders wil dan een lampje wat knippert. Wat je vaak doet, is daar een state machine van maken. Dus waarbij je zegt van, joh, ik heb een bepaalde state en die doet iets. En dan heb je een state die wacht op iets. En elke keer als er aan een bepaalde voorwaarde wordt gedaan, ga je naar of een andere state links of een andere state rechts. En op die manier krijg je, zoals je daar ziet, de work, home en bed situatie. En dat kan met heel veel bolletjes en heel veel pijltjes, krijg je dus een state machine. Waarbij dus je blok eigenlijk in één state is en op die manier kun je dus programmatuur weergeven. Zou je ook allemaal met if statements kunnen doen, ik zou het niet doen. Nee. Maar dit is dus een van de dingen die je heel, 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 heel veel gaat gebruiken. Als je in ieder geval state machines wil bouwen. Dus ja, het is eigenlijk wat je verwacht. Het is gewoon... even kijken. Het voordeel, er is één nadeel en een voordeel mee. Verilog, en niet system Verilog, heeft in principe geen enumerations. Dat is heel vervelend, want als al jouw states magische nummers hebben, dan heb je op een gegeven moment state nummer 14 die naar state nummer 13 gaat. En natuurlijk dat iemand wel ergens een comment gaat vergeten bij een van de states die je dan hebt. En dan krijg je magic number code. En wij hebben ooit een collega moeten uitleggen waarom dat niet leuk is. Door de hele dag 13 en 12 naam te roepen. Waarop ik zei, ja, wat is dat dan? Ja, je moet koffie halen. Om toch maar na een dag gaf hij zich over. En heeft hij toch zijn code maar voorzien van enumerations. In Verilog moet je dus dit spul doen met een parameter. Die je dus gewoon zegt van, joh, ik heb een zootje parameters. En daar kan je dus getallen aan... aan naampjes koppelen en die naampjes kun je daarna gebruiken in je case statements. In system Verilog zijn er wel enumerations.
En ik zie Koen al te zeggen, die is er niet mee eens. Dus ze mag het nu... Ja, ik kan mijn mond houden. Nee, ja, eigenlijk, ik gebruik defines. Want parameters kun je overrijden. Ik wil niet dat mensen mijn state-nummertjes gaan overrijden. Defines kan ook. Ik heb niet eens over nagedacht. De situaties die ik tegenkwam waren eigenlijk allemaal parameters. Dus als ik al parameters, dan zou ik een local parameter. Maar goed, ja, het voordeel hiervan was is dat je het gewoon dat het compacter is. Ik kan nou mijn module instantiëren en dan zeggen meet voor input is 3 en die code is ook 3 en dan gaat mijn code weer stuk. Ja, maar als mensen, ik ben meer van de school, mensen met over, met meestal bij die params, nu staan ze heel, staan ze met alleen woorden, maar wat ik er vaak bij gooi is i underscore bla bla bla. Nou, als mensen dat met opzet gaan overschrijven, dan is het hun eigen stomme schuld. Maar inderdaad, de defines is misschien een safer optie. Dit is wat compacter, omdat je gewoon in één keer achter elkaar door kunt. Ik weet niet of het met defines ook zo is, dat je een per lijn moet opgeven. Ja. Dus dat is waarschijnlijk de reden waarom ik 3 maanden geleden dacht, weet je, parameters. Maar je hebt wel gelijk, defines kunnen ook, als je dat mooi vindt. Ja. En Cookie Monster met 1 en 1 en 1. Eens even kijken. Hier hebben we een case statement machine, de 08 case. En als je die even flasht, dan gaat je. Ik heb hem niet gedimd, dus sorry voor het rode knipperende licht. 09 case. Of 09A. Ik moet nog even aanpassen. Die pakt dus, dan krijg je dus een mooi knipperend lichtje. En als je wil, kan je kijken of je daar andere teksten uit kunt krijgen. En als iemand ook Morse kent hier, dan mag die gaan vertellen wat eruit komt. Gaan we nu naar de IO-pins. We willen natuurlijk wel naar de buitenwereld toe praten en vooal ook luisteren. En we hebben nog 15 minuten, dus sommige mensen moeten al weg, maar... Maar in ieder geval, daarmee kan je dus observeren en uitsturen, altijd fijn. Er zijn wel wat dingetjes bij uit de datasheet. Ik weet niet hoe hard het in het echt doodgaat, maar liever niet. Gooi niet je driving pins hard aan ground of aan VCC. Ze waarschuwen dat het kan beschadigen. Ik weet niet in hoeverre dat echt waar is, maar gooi er gewoon een 10K'tje tussen en dan is het allemaal mooi. Heb je ook weerstandjes? Ja, daar en daar hebben we nog rollen. Oh, oké. Okay. Daar is het gesorteerd in de laadjes. Nou, hier is dus het punt waarbij dus echt de dingen er van pas gaan komen. De output pinnen, dit ding werkt op 3,3 volt en de maximale volt rating is 3,6 volt. Knal je er 5 volt op, is alle... Ja, misschien dat hij het nog een uur of 2, 3 doet. Op een gegeven moment gaat de magische rook toch echt ontsnappen. En je weet dat dit soort dingen werken eigenlijk op magische rook. Want als het eruit is, doet het niet meer. Ja. Verder denk je, nou, output is aan of uit. Nee, er is ook nog een derde stand. Dat is hoogimpedant, maar iedereen die met microcontrollers heeft gewerkt, je weet dat. Dat houdt in dat de buitenkant kan aangeven van joh, hoog of laag. En dat dat ding eigenlijk zelf niet zoveel doet. En dan heb je eigenlijk de output statements. Intern kan het nog meer states hebben, maar daar gaan we het nog even niet over hebben. We hebben hier nu de pin in Verilog. Er is ook een voorbeeld bij. Als het goed is, heeft dat ding ook een reset pin. Een voorbeeld dat jullie er nu in geflasht hebben. En wanneer er dus de weerstandjes magisch uit de kast gaan komen. Mendel. Welke moet je hebben? 10 of 12K maakt niet zoveel uit. Dus 12K. Mooi. En de Dupont wires gaan nu komen. Dus ik zou zeggen vanaf pin 42 op het bord. Want ja, hek 42. gooi gewoon één weerstand naar een van de zijsporen buiten je bord. En knal de andere naar ground. Zorg even dat je vanaf het bordje ook je ground op de ground rail aan de zijkant dondert. En bouw even het schema zoals het... voor rechts beneden staat, voor mij links, als ik naar jullie toe zit. Zorg ook dat je de 5 volt even op de 5, of de 3,3 volt op de 3 volt rails zet. Pak niet de 5 volt kant. Het volgende stukje hebben jullie al een beetje gezien met GTK Wave, of eigenlijk al een behoorlijk stuk van gezien. Dat is het stukje simulatie.
Dat is toch wel heel fijn om daar wat mee te kunnen doen. Wat je vooral ziet in de simulaties is dat het Verilog is, maar net een beetje anders. En dat je daarmee dus ook allerlei dingen mag die je niet mag in echte Verilog, omdat het uiteindelijk op je computer gesimuleerd wordt. Dus je kunt ook bijvoorbeeld met display, kun je dus ook op een bepaalde tijd kun je dus de state van signalen uitprinten, maar je kunt dus ook gewoon een GTK-wave creëren. De underscore tb-file die laat wat van die opties zien. Zeker in deze heb ik een aantal dingen toegevoegd. Kijk daar nog even naar als je daar heel erg blij van wordt. En dat ga je worden, want het is toch wel fijn als je... En wat je dus ook kunt doen is zeggen van nou tijdstip... als de counter op 1200 is, wil ik hem weten. En op 1400 en op 1600 en op 1800. En dan print hij dat gewoon op de terminal onder elkaar uit. Hoef je niet elke keer heel moeilijk te gaan kijken. En je zou dat zelfs met geautomatiseerde testen kunnen doen om regressie en zo op te pakken. En dat zijn toch wel de dingen, dat zeker als je project wat groter wordt, waar je toch wel vrolijk van wordt als het automatisch getest wordt. Niet dat je denkt, joh, ik fix dit even snel. En dat je er dan een paar maanden achter komt van, oké, dit doet het niet meer. Oké, wat de fuck is daar ook alweer gebeurd? Dus dat is dollarteken display en dollarteken stop is van, joh, als er dan iets fout gaat met dollarteken stop, stopt hij ook met de simulatie. Komt serieel naar buiten of zo? Gewoon console, want het console, is gewoon een console commando. Dat loopt. Dus dan kan je ook gewoon pipen en grappen als je... De simulatie loopt helemaal op je eigen computer. Ja, er is niks op een... je kunt alles simuleren. Er zijn zelfs hele IP-cores die bijvoorbeeld DRAM-interacties en zo simuleren. Het gaat echt heel ver. In het begin denk je, nou, dat gaat mijn computer toch niet kunnen. Maar daar hebben ze best efficiënte algoritmes voor gemaakt. Hier hebben we ook al het stuk GTK-wave. Dat heeft als voordeel, wat jullie al gezien hebben, dat je dus ook in de tijd kan zien dat je dus niet alles achter elkaar uit hoeft te printen en door hele lijsten output moet gaan. Maar dat je dus gewoon kan gaan zien van jongens, wat gebeurt hier in verhouding met de tijd? Dus wat misschien nog een leuke is, is om in example 11... Dat is ook een leuk ding wat knippert. Bij lijn 56 dat neer te zetten in 66. Of 62 nadat je de drie lijnen verwijderd hebt. En kijk dan hoe het zich misdraagt. En kijk dan ook even naar de GTK-wave kant die eraan vast zit. Ja. En kijk dan ook even hoe het in de code in elkaar zit. Ik weet niet of jullie dat nu willen doen. Maar het is wel een goede oefening om voor jezelf even te bekijken van, oh ja, hoe ga ik terug van een GTK-wave output naar logica dat je dat kan koppelen in je hoofd. En dat zijn van die kleine oefeningetjes die achteraf best wel handig zijn. Ik stel voor, aangezien we al om 5:10 zitten, dat we dat eventjes voor als huiswerk houden. Ja. Een laatste punt is wel, of niet laatste punt, maar een van de volgende punten is dat je, ik heb al uitgelegd dat je 0, 1 en Z hebt. Nou, dan heb je hoge impedant, dan denk je, nou, dat is leuk. Maar wat nou als we bijvoorbeeld een I2C bus hebben, of we hebben een, de meeste bussen, daar komen gewoon, gaat data in over dezelfde pin als data uitgaat. Dat is waar je Z state heel handig gaat zijn. Okay, want dan is dus jouw pin is hoogimpedant en dan kan je dus gaan lezen en met een in-out pin kan dat. Wat je normaal daarbij doet is gewoon zeggen in-out pin en daarbij zeg je of hij is output, waarbij hem dus bijvoorbeeld een 0 trekt met een externe pull-up of een pull-down weerstand, of hij is Z en dan ben je klaar. Bij Yosys, ik weet niet of dat bij de allernieuwste versies zo is, maar in ieder geval de versies die ik gebruikte, is een geïmpliceerde tri-state buffer, zoals het heet, want je hebt 0, 1 en Z, werkt niet. Wat je moet doen, is wederom met een IP-core moet je je output-blok moet je dus helemaal configureren. En dat zie je dus bij opgave 12. Daar moet je dus dit gaan gebruiken. Om dus, die input-output te gaan doen. En dat is dus een ding wat een BS18B20 gaat gebruiken.
Dus ik weet niet hoeveel tijd kunnen jullie nog willen spenderen hieraan, maar we kunnen nog even... Is nodig? Ja, ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Jij bent er klaar mee? Vol. Oké. Nou, ik hoop dat je het even goed leuk gevonden hebt. Ja. Cool. Dus ik stel voor dat we het ding gaan wiren. Ik weet niet of ik de... Ik kijk heel even vooruit om te zien of ik de... Nee, ik heb hem niet... Ik stel voor dat we het ding gaan wiren. Dan moeten we even in UCF gaan kijken waar het pootje moet. En dan... ik weet niet of de 18B20 is hier nog ergens liggen, Mendel. Want daar zou je ook een hele doos van hebben. Kijk, daar zijn ze. Ik weet niet hoeveel ik er heb. Het moet net lukken, denk ik. Ik zou zeggen, volgens mij staat in de docs ook de datasheet erbij. Cool. Binnen 43. Ja. Als ik die toch win. Dus ik geef jullie allemaal een temperatuursensortje. Wie heeft die bedacht? 42, 36, 43. Ik denk dat het zo uitkwam met de pinout. Heel vaak zitten die pins niet op een volgorde die ergens over gaat. Dus doe vooral niet de plus en de min verkeerd om. Want dan krijgt het last van warme kopjes. Ja, dankjewel. En als het goed is, gaat er een groen lampje branden als die correct gedetecteerd wordt. Dan is in ieder geval de handshake gelukt. En dat heb ik ook vooral gedaan omdat de state machine bij dit ding nog een beetje binnen de perken is. Als je bij de volgende voorbeeld gaat kijken waar die ook daadwerkelijk de temperatuur gaat uitlezen, is de code wat indrukwekkender. En dat leek me niet een eerste goede voorbeeld van een IO-interactie. Dus vandaar dat ik hem in twee heb geknipt. En nog één ander ding. De BS... Ja. Leuk dat je het was. De BS18B20 heeft ook nog eens een leuk ding dat er staat 60 microseconden per frame. Nee. Dat is 60 microseconden inclusief de slew rates. Dus je moet uiteindelijk... moet je ermee iets voor 65 microseconden doen, anders dan gaat het verkeerd. Of je moet dan waarschijnlijk helemaal capacitief gaan ontkoppelen, maar het werkt niet. Dit is het stuk wat we hebben gezien inderdaad. Dit is het stuk detect, waarbij je dus ziet dat de IO-pin, dat je die op deze manier moet definiëren. Dus met zo'n IO-blok waarbij je dus de pin eigenlijk daadwerkelijk rechtstreeks programmeert, in plaats van dat je invert van joh, Z en anders output. Ja. Dat gaat niet goed. Wat je ziet op de scope typisch is dat die ergens halverwege blijft hangen, omdat de temperatuursensor wil naar beneden trekken. Je hebt pech, dus dan zie je een half dingetje en soms gaat het goed, soms gaat het niet goed. Ja. Niet handig, dus een getouw trekken is op je... Dus daar kan je het aan zien. Dankjewel voor de herrie, jongens. Kan het even uit? Ja, dat is mooi. Nou ja, vanaf hier heb je ongeveer alle kennis die je nodig hebt om te beginnen met zelf dingetjes bouwen en zelf IC'tjes in elkaar zetten in je FPGA. Wat ik je wel kan aanbevelen is als je wat ingewikkeldere dingen gaat doen, zorg dat je een simpele logical analyzer hebt. Je hebt er gewoon echt van die super goedkope dingen. En tegenwoordig 65 euro heb je al best goede dingen. Ja. En dan kan je tenminste zien wat er gaat. Zeker als je zelf je output drivers gaat schrijven. Dan is er altijd zeker... in het begin zijn er altijd dingen die je over het hoofd ziet. Ja. Er zijn nog wat dingetjes met input-output die nog best wel belangrijk zijn. En één daarvan is meterstabiliteit. Bij gebrek aan ideale componenten heeft men daadwerkelijk dingen in silicium gebruikt om je FPGA te maken. En dat heeft zo zijn nadelen. En bijvoorbeeld meterstabiliteit. En wat is er nou aan de hand? Als je hier ziet, dit is hoe men het voor elkaar heeft gekregen om in een flipflop een... ervoor te zorgen dat hij alleen wanneer de edge overgaat de input overneemt. Dus je hebt een loop met allemaal twee inverters en die lopen gewoon gezellig rond. Die zijn vast in state. En je ziet ook dat er een klok met een tikje staat en een klok gewoon. En bij die andere tweede gate die zeg maar achter de tweede loop zit, staat het precies andersom. Dus als dat ding gaat veranderen, gaat de ene open, de andere dicht. Dat zou op hetzelfde moment moeten zijn. Ja. Maar dat is niet het geval. Dus wat kan je hebben?
ook de inverters die dus achter elkaar aanstaan, wat dus een memory blok is, die zijn ook niet oneindig snel. Dus als jij halverwege dat die gate aan het open gaan is, het signaal verandert, dan duurt het even voordat die inverter zeg maar allebei om zijn. Ja. Aan de andere kant heb je dus ook dat die middelste duurt even voordat die sluit. Het kan ook zijn dat het signaal dus al naar de output gaat en dat die dus de input of de output dat die 0101 blijft doen. Uiteindelijk gaat het wel naar een state toe, maar het duurt even. Het resultaat is dus dat binnen hetzelfde klokdomein, dus als jij dezelfde kloksource gebruikt, gaat het goed. Want daar zorgt de FPGA synthesizer ervoor dat er time constraints zijn. Maar dat zie je dus hier. Die time constraints ervoor en daarna. Dus dat is de sluittijd van het ding. Dat, dus dat signaal moet stabiel zijn. En het moet dus ook na je klokpuls moet hij nog een tijdje stabiel zijn. Maar betekent dat dat hij wel goed in te zetten is als master, waarbij je zelfs de klok genereert, maar lastiger is als slave, omdat hij dan de klok van de ander krijgt? Nee, het houdt in dat zodra je tussen twee klokdomeinen aan de gang gaat. Ja. Bijvoorbeeld, ik had het met mijn projectje het voorbeeld dat ik een PS2-toetsenbord eraan ging hangen. En het PS2-toetsenbord weet natuurlijk niet wat mijn FPGA voor klok had. En ik heb zoiets van, ja, het is PS2 nou voor snelheid lekker boeiend. Ja. Gooi het er gewoon aan. En wat er dan gebeurt is dat die klokpuls kan voorbij komen. Ja. Op het moment dat je dus je op het moment dat dus er een FPGA klokpuls voorbij komt, waardoor je dus een input change krijgt bij je, tussen je setup en je holdtijd. Dus dat is wat het heet. Voor is het blauwe stuk is je setup en oranje is je holdtijd. Ga je hem ertussen veranderen, dan gaat hij dus oscilleren. Ah, ja. En wat je dan dus krijgt is het volgende wat je hier ziet. Je ziet dus dat hij daartussen een beetje halverwege blijft hangen. En zeker als je dus met bijvoorbeeld een PS2 input, wil jij detecteren wanneer je een flank hebt. Ja. Nou, die flank mis je dan dus 9 van de 10 keer doet hij het wel. Ja. Maar je voelt hem al aankomen. 1 op de 10 keer doet hij het niet. Ik heb toen die hele source code binnenstebuiten gekeerd. En toen uiteindelijk maar iemand gemaild van, joh, hoe zit dit? Want ik snap er echt helemaal geen reden van, waarom werkt dit niet? En die zei, oh joh, het is een meterstabiliteit. Dus je weet hoe het heet. Ja. Google je het en blijkt dat de oplossing echt super makkelijk is. Je gooit gewoon 2 van die flipflops achter elkaar. Want als de ene dan in meterstabiele state gaat. Yeah. Als je het voor levensbedreigende situaties doet, gooi je er 3 achter elkaar. Maar bij de meeste toepassingen werkt 2 achter elkaar werkt perfect. En wat er dan gebeurt, is dat als hij een beetje in het midden blijft hangen, dan, doet hij, dan is dat meestal wel uitgeflapperd voordat de tweede een klokcycle later hem pakt. En dan heb je dus een duidelijke 0 naar 1 overgang. Een soort deadlock achter situatie. Ja. Heb je nog wat aan debouncing? Niet als ik hem niet in deze voorbeeld. Niet als je bijvoorbeeld een toetsenbord aansluit, dat hoef je niet te doen. Maar dat is inderdaad in sommige gevallen nodig, ja. Maar dan heb je dus gewoon een tellertje wat vanaf de eerste overgang die je tegenkomt gaat lopen. En daarna ga je pas kijken of het nog steeds zo is en of niet. En zo niet, dan is het gewoon een glitch. En als je hem na bijvoorbeeld een micro of 10 of 100 microseconden nog steeds ziet, of langer als het echt heel erg hard bounced, dan, maar dat is dus weer met zo'n state machine die je dan doorloopt, dan heb je gewoon een debounce state. Hetzelfde soort wien. Ja. Dus dat is de, dus de, dit is het stuk meterstabiliteit en wanneer je dus met andere dingen gaat praten. Je kunt ook gaan kijken in de source code voor het praten met dit ding. Daar ga je dus ook de meterstabiliteit, daar ga je dus ook 2 registers tegenkomen, omdat zijn flipflops, om dit te voorkomen. En ja, dat, probeer het een keer uit als je een keer iets bouwt en bedenk je dan hoe vervelend het is als je niet weet dat dat dit kan gebeuren. Ik heb ooit een slot nagekeken en dat praten one wire zeg maar, met het toetsenbordje en de backend, dat heb ik in Arduino gemaakt. Het lijkt me grappig om zoiets nou in FPGA, omdat het is allemaal redelijk simpel. Iets wat timings registreert en wat je dan later brute-forcen. Maar ja, dan moet ik even kijken hoe dat... Cool. Laat maar zien, ik ben benieuwd naar projecten. En dan hebben we nog 1 ander dingetje en dat zijn latches. En latches zijn als flipflops, alleen er is 1 ding, er is een enable port. Dus je ziet bij een links zie je een flipflop
En rechts zie je een ledge. En het is... Ik heb dit natuurlijk weer van het internet gejat, want ik denk, weet je... Beter goed gejat dan slecht zelf uitgevonden. Als je links kijkt, dan zie je dat op de puls wordt het ding doorgezet. En wat ik net al zei, bij gebrek aan ideale componenten werken we met silicium. Dus het duurt even voordat die overkomt. En daarna kan eigenlijk die input, dat laat ze hier heel slecht zien, maar kan doen wat hij wil, maar dat de output blijft stabiel. Bij een latch, zolang dus de enable, de AN, aan blijft staan, wordt dus alle shizzle die binnenkomt, wordt ook met een propagation delay doorgegeven naar de output. Ik denk, nou, super handig, helemaal geweldig. Nee. Het punt is namelijk dat je deze dingen per ongeluk kan aanmaken. En dat heet een invert latch. Van, je had het niet zo bedoeld, maar je krijgt er wel een. Wat er namelijk gebeurt is dat je normaal heb je dus begin state, logica, eind state. En alle logica daartussen heeft een propagation delay. En als je opgetelde propagation delay van je langste pad langer wordt dan je clock cycle. Min natuurlijk je hoe heet het, je setup in hold time, want die kan je niet gebruiken, want daar zijn je flipflops bezig. Dan gaat je hele systeem niet meer werken. Wat er dus gebeurt, is dat als jij dingen gaat samenvoegen buiten je synchrone logic. Ik heb bijvoorbeeld een situatie gehad waarbij ik een memory bus moest omschakelen. En tussen een bootstrap situatie en de uiteindelijke machine die loopt situatie. En die wil je niet alles gaan herschrijven om die ene clock cycle die je extra kwijt bent, zeg maar weg te doen. Dus dan doe je zeg maar gewoon logic die gewoon stateless is, dus async logic. Maar als jij dus zegt, zoals je hier ziet, het is heel slecht te lezen, het is jammer, maar kijk vooral mee op je scherm. Van joh, als die 1 is, dan is f gelijk aan a. Dan denk je, nou geweldig. Wat nou als die 0 is? Ja. Dus dan heeft dat ding zoiets van, ja weet je, dus als dus a moet gewoon vastgehouden worden op het moment... Of F moet gewoon vastgehouden worden op het moment dat het ding 0 is. En als die A is, dan gaat die pas mee. Ja. Dus wat er dan gebeurt, is dat je een latch gecreëerd hebt zonder dat je het weet. En dat houdt dus in dat alles wat er voor en na zit, en jij denkt van nou, ik heb mooi in mijn state machine, wordt dus allemaal aan elkaar geregeld. Want die synthesizer die zegt van ja, het kan zijn dat die latch open staat. En dan heb je dus in één keer een design wat eerst op 60, 70 MHz kan draaien. Daarna wordt alles aan elkaar geregeld tot één mooie ketting van faal. En dan heb je nog 6 MHz over in één keer. Ik heb die situaties gehad. En je staat even naar je synthesizer kijken van... Ui. En dat is dus een van de dingen waarbij latches heel vervelend zijn. Ja. Dat is... situatie hieronder is ook een leuke. Waarbij je dus ziet dat 0101 heeft iets. 0111 heeft iets. En 1111 heeft iets. Ja, wat als je 0000 is? Ja, ze zijn heel slim. Dus hij moet volledig zijn. Anders buiten het klokdomein. Ja. Of, wat je hier dus helemaal links ziet gebeuren, is dat ze zeggen, weet je wat, F is gelijk aan B, maar alleen als select is, 1 is, dan wordt die gelijk aan A. Dus dan heb je ook geen latch nodig, want er is alleen maar een situatie waarbij die weet wat hij moet doen. Dus hij heeft geen state vast te houden als memory cell. Dus hier is het gewoon een driver pin die B naar F gooit of A naar F gooit. Het is gewoon een... Ja. En daarmee ben je dus, voorkom je dus latches. En dat maakt dat je dus niet een hele grote aaneenschakeling krijgt van gate logic, waardoor dus je clock rate echt compleet instort. Syntax scaling, begin dubbele punt en dan een naamje. Ja, ik weet niet, ik heb het volgens mij... Oh, dat is een punt, komma, dat is een... Oh, sorry, ja, nee, dat is een comment. Ja. Is je clocktijd dan variabel aan hoeveel... aan hoe lang je langs de latch is? Hoe lang je langs de blok is? De snelheid die... wat er gebeurt... En dat kan ik hier misschien nog het beste laten zien. Wat je hier ziet... is het zwarte stuk tussen het oranje en het blauwe in... Yeah. is een stuk tijd waarover jouw combined logic kan doen... om een steady state te bereiken. Ja. Yeah. Dus dat is hoeveel componentjes die allemaal een eigen propagation delay hebben achter elkaar mogen zitten in het langste pad voordat je je time constraint niet meer haalt. En dan is het ding dus nog aan het klapperen terwijl je latch al gaat proberen de spullen op te slaan. En je snapt als je dus in je
in je setup time of in je hold time zelfs dingen gaat veranderen, dan is je ledge gaat klapperen of je krijgt een 0 terwijl je een 1 moet hebben, omdat die later pas echt state gaat bereiken. En dan is je systeem heeft geen definieerbare uitgang meer. Ja, dat is dus niet zeker meer. Kan je dat dan aanpassen door een lagere clocktime? Wat je kan doen is je logica opdelen in het halverwege in een register opslaan. Mm-hmm. En ja, het vanaf daar weer verder zetten. Ja. Dus wat je al zag met dat A is B en B is C. Nou, zo kan je dat dus ook doen met bewerking. En je ziet bij de extreem hoge situaties waarbij ze dus bijvoorbeeld met 200-300 megahertz gaan werken in Spartan 6 dingen. Zie je dus echt dat het elk één dingetje doen, opslaan, één dingetje doen. En dan heb je dus een hele rij met flipflops ertussen. Waardoor je dus een hele hoge bandbreedte hebt. Maar uiteindelijk nog steeds een delay die vrij groot is. Omdat je dus al die cycles heen moet. Ja. Maar je kan dus wel heel veel dingen verwerken. Dus dat is hoe je dat oplost. Ja, cool. Dus ja. En dus het zwarte deel is het deel wat je zo... Want dus naarmate dus je klok kleiner wordt, steeds kleiner wordt. Dus je kan steeds minder componentjes dan doen. Ja. Dus als je begint met simpele dingetjes en je zit in een paar megahertz, dan kun je best wel wat doen. Ja. Cool. Dat was het voor de dingen die ik uit wilde leggen. Paul@printf.nl, dan kunnen jullie mij bereiken. Ik hoor het graag. Ja. Als jullie leuke dingen gaan doen. Ook als je vragen hebt van joh, ik loop ergens tegenaan en ik weet echt van links naar rechts niet meer wat ik allemaal moet doen om dit werkend te krijgen. Is er iets van een soort repository waar je logica vandaan kan halen voor FPGA, zoals dat er destijds Sources.se was en die is wel aardig gedateerd, ja. GitHub is mijn... wat ik meestal doe is GitHub bekijken. Ja. Je hebt ook Stack Overflow, want Stack Overflow is my only hope, zeg maar. Ja. Die helpen ook heel veel. Ja. En dat soort dingen haal je toch wel het meeste vandaan. En als je in ieder geval... Ik hoop dat ik je met deze workshop de handvat heb gegeven om te weten hoe het heet, wat je moet googlen. Ja. Daarmee kom je wel het verste. Dus het is de ene keer zit ik op voorraad te kijken en de andere keer heb ik weer van Xilinx of van Altera. Heb je weer een document waar je dus op één keyword zoekt en dan op pagina 186 vind je wat je moet hebben. Er is niet echt één bron, zeg maar, waar je dingen vandaan haalt. En inderdaad met CPU cores, wat Koen al zei, heb je ook een course. Maar die beginnen ook best wel een baard te krijgen ondertussen. Oh, ja. Ja. Dat is best wel kostig en vaak staan er op GitHub betere alternatieven, heb ik gevonden. En er zijn leuke dingetjes, RISC-V cores en dat soort shit, daar zijn deze krachten goed voor. Dus in ieder geval de simpele varianten daarvan. Dus super top. Cool. Dat was het dus. Ja, graag. Complimenten. Ja. Interessant.